Hallo, goedenavond vanuit mijn studio. Welkom bij deze speciale editie van een logstream, de At Home editie. Wij zitten natuurlijk allemaal thuis vanwege het befaamde virus. En we dachten, laten we er iets leuks van maken door middel van Jackbox Party Games. En dat gaan we dus uiteindelijk met jullie spelen. Ik zit hier met mijn grote vrienden Emre en Milan. Hallo, goedenavond. Hallo. Hey! Hallo. En als speciale gast vanavond hebben wij de king of kickboxing, kickboxing hemzelf, Rico Verhoeven. Yes. Hey. Hey, fijn om te weten, Don, dat ik niet jouw grote vriend ben. Dat is echt top. Goed aangekondigd. Ah, groot ben je wel. Komt nu het befaamde meme-pie voorbij van ik ben niet jouw vriend? Oké, nou leuk. Yes. Goed. Oké, dames en heren, deze stream wordt, zoals jullie zien, mede mogelijk gemaakt door KPN en Samsung. En voor deze spelletjes die wij vanavond gaan spelen, zijn wij voorzien van een zeer prachtige Samsung Galaxy S20 met KPN Unlimited. Dat betekent dat wij overal unlimited internetbundel, et cetera, hebben op het betrouwbare KPN-netwerk. Dus dank jullie wel daarvoor. Daar gaan we gebruik van maken. En je raadt het al, uiteraard. Vanavond gaan we dus ook één van deze telefoons weggeven. Daarvoor moet jij eventjes naar het Instagram-kanaal van Legends of Gaming NL gaan. Dat is instagram.com/legendsofgamingnl of @legendsofgamingnl. Doe mee aan de winactie en dan maak jij kans op deze Samsung Galaxy S20 met de bijbehorende Samsung Galaxy Buds Plus. Top dingen. Mocht het toevallig zo zijn, de winnaar maak ik trouwens aan het einde van de livestream bekend, maar mocht het zo zijn dat je niet de gelukkige winnaar bent, dan kan jij naar een KPN winkel toe gaan, kan jij de Samsung Galaxy S20 aanschaffen tot en met mei en dan krijg je gratis deze Samsung Galaxy Buds Plus ter waarde van €170 er gratis bij. Goed. Wow, top. Willen wij een spelletje spelen, goed, jongens? Man. Echte professionals aan het werk, hè? De King echt of niet Samsung, normaal, joh. Is goed. Wij beginnen vanavond met Drawful. Dat betekent natuurlijk moeten we iets tekenen. Iedereen krijgt een geheime tekenopdracht op zijn telefoon in de vorm van een titel. Bijvoorbeeld Dansende Banaan. En dan is het de bedoeling om die bizarre titels goed mogelijk na te tekenen op je telefoon binnen het tijdsbestek. Uiteindelijk wordt dat gereveeld aan de rest van de spelers en dan moet iedereen er een titel eraan verzinnen. En dan kijken wat er zeg maar zo... Oh hemel, ik moet zelf ook nog aansluiten in het dingetje. Als iedereen een titel heeft verzonnen, dan kan je uiteindelijk punten ervoor winnen. En jullie kunnen dus ook meedoen. Als jullie gewoon op je telefoon jackbox.tv op een webpagina invult, de roomcode vervolgens ook invult, dan doen jullie mee als audience. Dus dat zou extra leuk zijn als jullie mee zouden doen. Don, ik ben nu wel VIP, hè? Ik bepaal wanneer iedereen er is. En jij bent altijd een VIP. Nou ja, het staat er. Ik ben een VIP. Ik ben als eerste die room gejoind. Dus ik ben nu de baas over de stream. Helemaal niet. Hoezo heb ik een Mario in pak getekend voor mezelf? Straks. Dat heb je toch zelf getekend? Ja, je bent toch wel een beetje een Mario? Klopt. Sit back and relax. Nice. Nou mannen, ik ben benieuwd. Ja, ik ben mezelf ervan aan het tekenen, want het gaat niet heel jovel. Nee, oké, ga jij maar inderdaad even tekenen. Ik wil ook nog even wat zeggen tegen de stream. Want jongens, het wordt natuurlijk nog steeds content gemaakt voor Let's of Gaming. En ik ga iets heel leuks doen met Link. En wat ik ga doen met Link, dat is superleuk. Loglab heet het, Loglab. En daarin ga ik experimenten doen met Linktijger op Minecraft. Je kan zelf ook meedoen. Check even de website daarvoor, www.legendsofgaming.nl. Samen met Linktijger gaan we dan hele vette dingen doen. Kijk daarvoor de tijden dat jij live mee kan doen. Dus nogmaals, www.legendsofgaming.nl. Ga daarheen. Loglab met Linktijger wordt echt super vet. En ik hoop dat je erbij bent. Loglab. Ik heb hem al ingeschreven, Milan. Heb jij ingeschreven? Maar jij mag niet meedoen. We hebben gezegd, we willen geen morrog. Kijk, dit snap ik. Dat is wel een hele specifieke eis. Gewoon even serieus. Ja, nee, ja, stond in de regels. Geen morrog en geen Emre. Ik weet niet waarom er twee namen stonden, maar het stond erbij, man. Het is ongelooflijk dit. Wacht maar. Ik ga je own houden in deze games. Ik weet niet hoe dat kan, maar het gaat me lukken.
Dat kan niet. De kijkers bepalen wie het leukste is en het grappigste is. Dus doe vooral thuis mee en ga naar jackbox.tv. En typ zometeen die code in. Ik weet niet, is dat in beeld? Oké. Milan gaat nu de game starten, jongens. Dat werd tijd. We starten. Kijk. Wie is er zo lekker aan het koken op de achtergrond? Dat is bij mij, sorry. Heerlijk. Rico heeft een privé-kok. Zeker. Oh jeetje. Oké, op je telefoon heb je nu iets wat je moet tekenen, jongens. Oh, ja, je hebt gelijk. Oké. Jeetje. Dit gaat niet met de kleurenschema die ik heb, man. Nee, ik heb maar twee kleuren. Hoe moet ik dit tekenen? Oh jeetje, wat lastig. Oké, het is met tonguitsteek, dus je mag je tong gebruiken om je creatieve proces te versterken. Het doet me wel denken aan een episode met Quinn. Die deed ook altijd zijn tong in Let's of Gaming, zo. Weet je nog? Die ging ook altijd dat zo... is even leeg geleden. Ja, dat is voor de trouwe Let's of Gaming kijker, die weet dat nog wel, denk ik. Hoe is het? Kan je ook gummen hier? Niet dat ik zie. Nee, je kan niet gummen, man. Als je iets hebt getekend, dan is het ook gewoon dat je dat moet houden. Uh-oh. Nou. Ja, dit is het beste wat ik ervan kan maken. Ik heb hem af. Maar kijk mijn self-portrait. Is die niet goed? Ja, niet briljant, man. Die is perfect, man. Ruim voldoende op de basisschool voor tekenen. Zeker. Groep 1 en 2. Oké, let's take a look at your artwork. Oh, ik was de laatste ook echt. Jezus. Echt, maar niet uit. Oké, jongens. Wat is dit? Geef er een titel aan. Jeetje. Okay. Wat is dit? Het is een... Oh, wacht, ik mag het zelf ook. Met wat... Ja, je moet er een titel aan geven. Ja, je moet zeggen wat jij denkt dat het is. Ik krijg net van de regie... ja, ik deed alsof ik hem niet had getekend, maar ik heb hem getekend. Wat denk je wat het is? Ja, ik ga het nog niet zeggen. Dat zie je zo meteen in beeld wel, maar... Ja, dat zien we zo direct, maar inderdaad. Here are your choices. Lekker bezig. We hebben flamingofiets, struisvogel op een fiets, een fietsende struisvogel en meeuw op een fiets. Weer voor meeuw gekozen. Is dat een referentie naar mijn voorgaande... Met een meeuw. Ja, weet ik veel, bro. Maar wat is het ook? Ja, nee. Dat ga je zo direct zien. Maar, ik zie er een flamingo. Ja. Oké. Ja, maar nu kan ik weer antwoorden aan klikken, toch? Ja. Het moeilijke hiervan is... je hebt maar één kleur. Dus het kan ook een komkommer zijn. Ja, klopt. Struisvogel op fiets. Nou, dat was het niet? Hey. Dat was hem niet. Nee, die had ik niet. Die had ik toch? En ik heb daar zelfs ook bonuspuntjes. Nee, jij had struisvogel op een fiets, geloof ik. Ja, oké. Okay. Ja. Maar die flamingo op de fiets had ik net wel gekozen. Dus dan krijg je bonuspuntjes, volgens mij. Ja, dan heb je Nee, ik kon de bonuspunten uitdelen. Maar degene die dit heeft getekend, die kan uiteindelijk zo direct de bonuspunten uitdelen. Dus wat is dit? Het ziet er overduidelijk uit als een bicep. Dit heb ik getekend. Oké. Okay. Bicep. Mogen wij wel trouwens dingen zeggen? Als je wat hebt ingevuld. Maar je moet niet zeggen wat je hebt ingevuld, natuurlijk. Maar dit kan ook gewoon iemand zijn die een heel lange trui aan heeft, met daaronder een tomaat. Oké, we hebben spieren, bicep, Rico's, biceps en spierbal. Ja, dit is duidelijk. Dit kan niet anders dan... And here are your picks. Dit moet Rico's bicep zijn. Moet wel. Kijk. Het was spierbal? Lekker. Want ik dacht juist, als het niet Rico's biceps, dan krijg je zeg maar zijn gezichtje erbij. Maar die... Dat is die. Maar die...
die was het. Alleen ik had voor spierbal en bonuspunten gegeven. Dan denk ik, ja, oké, okay, spierbal, bicep. Bicep was te logisch, de spierbal was wel het... Maar het was Rico's bicep. Ja, oké, okay, oké. Ik had misschien nog iets specifieker moeten tekenen. En nu, another drawing. Oké. Okay. Oh, deze ziet er uit, jongens. Kijk hoe prachtig. Oeh, deze is wel mooi inderdaad. Dit is een prachtige tekening. Ik heb hier jarenlang op geoefend. Ik heb letterlijk mijn telefoon ook over mijn haar heen gedaan. Omdat de roze kleuren weer kaatsen op mijn tekening. Ik weet het, ik weet het. Ik heb hier 3 jaar kunstacademie voor gestudeerd. Ben deze ook geslaagd. Verder wil ik een shout-out doen naar mijn moeder. Hi, mam. Hou Irma er nou eens even buiten. Hoezo? Altijd meng je haar erbij. Here are your choices. Ik hou toch van mijn moeder? Iedereen houdt toch van hun of haar of het moeder? We hebben de termen stille DJ, silent disco zonder stille muziek DJ. En muziek luisteren. Ik had even geen idee. Maar ik kan niet mijn What's the Real title op mijn eigen titel aanklikken, klopt dat? Ja, omdat je die hebt ingevuld. Dat zou te gek zijn van als je op jezelf zou stemmen. Aangezien dit is niet jouw tekening, dus waarom zou je op je eigen stemmen, zeg maar? Ja, dat is waar, dat is waar. Ik zag in de chat iemand zeggen noise cancelling. Oeh. Wat? Het was geen silent disco? Hè? Nope. Stille DJ? Nope. Die koos ik. Wat? Hé hey jongens, dit is toch een silent disco zonder muziek. Lekker Emre. Maar hoe is een silent disco zonder muziek? Dan is het toch geen disco? Ja. Wie? Nee, ik weet het al, hoe teken ik dat? Ja, doe. Waarom krijg ik ook weer zoiets? Maar die term slaat helemaal nergens op. Ja, ik heb het ook niet verzonnen, Don. Kan je wel boos doen, maar ik weet het ook niet. Regie. Ja. Wat is dit? Wie heeft Emre heeft dat getekend, of niet? Nee, dit heeft Rico getekend. Nou, zo nooit. Ik heb geen idee. Letterlijk geen idee. Wat is dit? Dit zien jullie toch gewoon. Het is een, dit ziet niemand. Mag ik een dit tip geven? Niemand. Ja, graag. Nou, doe maar. Een handschoen. Je ziet een handschoen. Nee, je ziet geen handschoen. En een voet. Dat ziet niemand. Ik kon niet zo goed mijn lichaam tekenen. Of een lichaam. Corona-voet. Ik wilde bijna zeggen dat het zo'n oude waterketel is voor je thee, zeg maar. Het kan ook een wc zijn. Ik heb echt werkelijk maar geen idee. Heel raar dit. Sorry boys, ik had echt niet... Over... Oh mijn god. Oké, overwand, voetballen, coronahand en knockout van de eeuw. De knockout die staat er dan weer echt compleet van de rest onderscheiden. Ja, dit is lastig. Jongens, doe vooral thuis mee. Mocht je net inschakelen en zoiets hebben van... Hey, wat zijn jullie aan het doen? Ga naar jackbox.tv. Linksboven zie je een roomcode. Die typ je in en dan kun je mee stemmen wat jij denkt dat het is. Oh, dat is het niet! Zeker. Oh, dat is hem wel! Jawel, dat is hem wel. Dat is hem wel. Oh, dat was hem wel. Wat gebeurt er? Oh, ik had hem. Dat gebeurt. Dit gebeurde precies ook in mijn hoofd toen hij even naar voren kwam. En dat ik 50 seconden had om met 2 kleuren dit te tekenen. Ja, oké, jongens, we hebben weer een nieuwe opdracht om te tekenen. Doe je ding. Wat zijn dit voor dingen, joh? Wat? Okay. Ik ga een heel boos mailtje sturen naar de regie, want dit is echt bijna onmogelijk, jongens. Ik heb ook maar 2 kleuren. Ja, dat heb je al de hele tijd. Hoe ga ik dit tekenen, jongens? Even serieus. Rico, was jij vroeger goed op school met tekenen? Mm-mm. Nee. Nog steeds niet. Dus zomaar ja. Maar... Nee, man. Nee. Was iemand hier überhaupt goed in tekenen vroeger? Van Don weet ik het. Ik heb het vroeger wel genomen, omdat ik dacht dat helpt me wel bij het architect gebeuren. Het hielp me niet bij het architect gebeuren, want uiteindelijk ging alles alle tekenen digitaal. Dus ja, het was leuk om te hebben. Klopt.
doen er niks mee. Ik heb... wacht even, is dit een... Heeft de regie deze nou dingen gekozen? Ja. Ja. Even denken, waarom kijk ik dit nog meer? Regie, ik ga zo'n stinkbom naar jullie sturen. Dat is wat ik ga doen. Wat eieren, letterlijk gewoon maan. Huh? Ja, zeg maar. Wat ga je doen? Ik ga eieren 4 maanden lang, nadat ze zijn gekookt, ga ik ze bewaren in zo'n kistje. En dan ga ik ze naar hun, ergens in een muur ga ik hem wegmetselen. Nice. Nee, ik denk dat de regie 2 of 3 vandalen woordenboeken hadden. En hebben ze gewoon bladzijden uitgeknipt. En hebben ze gewoon op een hoop gegooid. En toen dachten ze, oh, woord, woord. Ah, combinatie. Dat hebben ze gedaan. Dat is ongelooflijk. Ik kreeg iets van de regie binnen. Dus ik heb ze door. Ja. Jullie zijn er gewoon al. Ik weet, ja. Heb je, zoek het uit. Je moet het nu inzenden ook. Oh. Ja, ik heb het gedaan. Rico, ik dit raden? Oké, okay, dit is... Ja, dit ben ik. Hoe prachtig is dit getekend, jongens? Even serieus. Het ligt eraan wat het is. En dit is een lerares. En ik heb echt een hekel aan haar. Omdat zij was mijn lerares voor tekenen. En die gaf me altijd een 4 of een 5. Voor elke tekening. Ik snap waarom. Hoezo ik snap waarom? Dit is super mooi, Don. Eerlijk. Dit kan van alles zijn. Dit is gewoon maar het is maar één een ding. Flamingo. Dit is dat pak wat Steve-O aan had met Jackass. Dat ze zo in wildernis gingen rennen. Juist. Rijden. Bij die safari. Dat zebrapak. Zo'n ezelpak. Of een zebrapak. Een antwoord zijn barbecue rodeo. Barbecue knol. Kip op de barbecue. En hemelse modderkak op rug. Emre, heb jij modderkak geschreven? Guilty. Oké. Okay. Er is 1 barbecue fout geschreven. And here are your picks. Is het zo? Barbecue is dat toch met een Q? Kijk, zie je het? Het is wel, je weet het meteen. Hey, lekker. Nice, wel mooi. Goed, mooi, is barbecue met een Q fout? Ja. Hoezo? Dat is Engels, Engels, hè? Toch? Ja, Engels, toch? Je kort het toch af BBQ, toch niet BBC? Ja, maar BBQ is Engels. Ja, hij is niet normaal. Nee. Nee, laat maar. Let's go. Dit is trouwens mijn tekening. Mooi in groene kleuren. Ik dacht, daarmee kan ik het zeker wel accentueren. Ik hoop dat jullie er een beetje uit kunnen halen wat het is. Ik heb wel een vermoeden. Oké. Okay. Vermoeden is goed. Het is iets, het is etenswaren, denk ik. Oké. Okay. Ik denk dat dit het is. Ja. Here are your choices. We hebben wijn met broccoli smaak, champignon, toverdrankje en champignon champagne. Eerlijk, champignon. Champignon. Zo sterk. Wijn met broccoli smaak. Op zich, ik haal die broccoli zo... er enigszins wel uit. Ja, het is bij mijn broccoli spak. Moet wel. Hé, hey, jullie trappen erin. Die was van mij. Niet. Oh. Dankjewel voor de puntjes. Het was champignon champagne. Oh, ik had het nog goed ook! Wauw, je hebt dubbel punten. Nice. Sick, man. Kijk hem gaan. Hoppa. Goede titel. Kijk, voor de mensen die mee willen doen aan deze game, linksbovenin staat de roomcode. Ga op je telefoon, jackbox.tv, en dan kom je uiteindelijk ook in dit spelletje terecht. Wat is dit? Sorry, mannen. Dit is aan jou? Is het een oor? Ik weet hem. Nee. Je moet verder denken dan dat. Verder. Nee, ik weet hem, man. Dit is weet zeker. Dit moet hem wel zijn. Dit is zoiets één wat ding, Don ook één ding, één ding mocht ik niet tekenen. En daarmee moest ik het juist bekend maken. Dus, I don't know. Okay. Nee, wacht, nu ben ik aan het twijfelen wat het is. Oké, vul maar iets in. Je hebt nog... je hebt hem al. Milan. Ah, Milan. Zijn die gebraden kippetjes? Ik heb hem inderdaad. Ik weet het. Jullie gaan dood als jullie de echte dingen zien.
Zo! Deze mannen, jullie zijn top! Hoe dan? Jullie zijn Zandvoort te gek, man. Formule 1 en F1 zonder auto's. Nee, wij zijn niet te gek. Jij bent te gek. Je hebt prachtig getekend, joh. Dit is, klopt. Het is fenomenaal, joh, dit. Perfect is dit, man. Here are your picks. Ik zou als je niet alleen meer... Zandvoort je eigen... is niet met dubbel T. Hoppa. Oh. Thank you for the points. What? Formule 1. Dankjewel voor het Nee, het is ook geen Formule 1. What the fuck? Huh? Dan is het F1 zonder auto's. Dat moet dan wel. Oh, nice. Wow. Ja, je hebt hem wel goed getekend, man. Maar ik zag toch wel een paar van die puntjes. Ik dacht dat dat auto's waren. Ja, ik ook. Nee, dat was de start tot de finish, ja. Ik had precies, precies. Maar hoe? Echt, jullie zijn bizar. Ja. Dat jullie dit hadden geraden, te gek. Oké, voor wie is deze? Nou, mannen, succes. Deze is voor mij. Ik snap niet hoe de regie op zoiets komt. Ja, ik weet is het wel. Een, maar kijk goed wat je ziet. Hè. Ik bedoel, kijk niet alleen naar het onderste deel. Nee, it's 21 december, my friend. Dat was het wel, kom maar. Nee, het is het niet. Jullie zijn erin getrapt. Het is toch gewoon een ster dan, of niet dan? Dat is onder water. Nico. Schijt toch uit. Ja, joh. Ja, Rico, je weet. Je kent de regie nu al. Je kent de regie nu al. Oeh, kijk, ik heb de audience. Ja. Ja. Kijk, lekker bezig, jongens. Hoppa. Nice. Goed hoor. Het hadden ook twee hele boze mensen kunnen zijn die allebei aan het poepen waren en elkaar zo aankeken tegenover elkaar. Maar waarom onder water? Heb je die plaatjes ook gezien van die twee toiletten tegenover elkaar? Oh! Nee. Woe! Hey, lekker bezig. Gefeliciteerd, man. Ja. Je hebt wel geknald hoor, wat een baas. Thanks, man. Lekker gedaan, man. Kijk, lekker hoor. Maar ik had het niet zonder jullie kunnen doen, hè? Door jullie mooie tekeningen. Dat is ook weer zo. Ah, ik kwam eerste bij, vraag. Duizend puntjes maar. Nu is de vraag eigenlijk aan regie. Doen we er nog eentje, ja of nee? Kijk. Okay, goed. Hoe was de kip, Rico? Rico, wat... De kip was goed, maar wat een drama was dit. Jongen. Maar, ik zou jullie zeggen, ik zit erin nu. Ik ben aan. Let's go. Oké. Je weet dus dat jullie hier niet zitten, anders had ik jullie klappen gegeven. Oh! Okay, waarom? Waarom ga ik zo agressief? Ja, anders kan ik niet winnen. Klopt. Ja, weet je met... Hey, Emre, maar gaan we een potje spelen op Twitch? Speel je Warzone of niet? Let's go, man. Tuurlijk, man. Zeker weten. Maar weet wel, hè. Kijk, ik bedoel, in vechten, ik snap dat je daar een baas in bent, maar ik laat echt niks stop, van je over stop, de shooters. Stop wat je gaat zeggen. Niks. Vriend, we spelen met elkaar, niet tegen elkaar, oké? Oké. Oké. Maar vraag maar aan Don. Ook daarin blaas ik soms mijn teammates op, dus dat is een beetje... Ja, ik ben het slachtoffer daarvan. Oké. Nee, maar lijkt me leuk, man. Zeker weten. Ja, stuur me even Maar je speelt op PlayStation of op Insta? Ja, man. Ja, is goed, man. Let's go. Ja, man. Dus ik speel op de PlayStation. Jij niet dan? Speel jij met toetsenbord? Ja, maar je kan op Warzone kan je heel makkelijk crossplay. Dus je kan gewoon met elkaar spelen, ook op PlayStation en op computer. Oké, maar jij speelt op de computer dus? Ja, man. Speelt dat ik speel beter op de Switch. Of wat is je... Yes? Mag ik meedoen? Oh, sorry. Sorry, man. We zitten helemaal in de gesprek. Ja, jullie zitten zo in een gesprek dat ze vergeten te joinen. Je kan thuis maar, kan je ook boys, mee joinen. Let's go. Jackbox, ik ben een VIP. Zit iedereen erin? Juist. Oké, dan ga ik nu... Je moet alleen nog tekenen, Don. Je moet alleen nog tekenen. Wacht. Op. Schiet! Als iets niet werkt, moet ik schreeuwen. Ja, dat werkt meestal wel. Dat is je dominantie afdwingen. Mm-hmm. Kijkers thuis, zo. Die willen ook graag meedoen. Ja,
Oké, jongens, zijn we er klaar voor? Zeker. Oké, dan gaan we beginnen. Let's gizzle. En als het goed is, krijgen we nu dan op ons telefoon een titel om uit te beelden. En... ja, en nu kan ook de, volgens mij... Oh nee, nog niet. Nee, nog niet. Okay. Ja, de kijkers kunnen thuis nu wel meedoen. Top. Linksboven staat een roomcode. Ga even naar jackbox.tv. Typ die roomcode in. En doe gezellig mee. Ja, hoe ga je dit type maken, tekenen? Dit is ongelooflijk. De regie heeft woorden bedacht die wij moeten tekenen. Jullie mogen zo meteen stemmen. Thuis. Het is zeer lastig, laten we dat voorop stellen. Ik denk dat ik hem ongeveer wel heb. Wat is dit? Dit is echt een... Wow. Oké, ik ga ermee akkoord. Ik mag niks schrijven? Nee, zonder schrijven, met pijl. Ik ben zo stil. Echt. Dit is echt voor vol concentratie. Ik ben zo stil te tekenen. Ik heb wel genoeg ruimte om te tekenen. Dat wel, met die zo. Dit fijn. Is zo moeilijk. Jeetje, regie. Ze hebben mij gewoon de nachtwacht gevraagd. Nee. Van Gogh sterrenhemel. Oh, gelijk die van mij als eerst. Oké. Wat is dit? Nice. Oh... dit zie je gelijk, even serieus, dit, zo moeilijk is dit niet. Het gaat alleen om de locatie. Dat is de aanwijzing die het heeft, het gaat om de locatie. Wat, hè? Ik weet niet, man, het ziet eruit als een stil leven. Zo. Emre, weet je het al? King! Nee. Schiet op, kom op. Ja, ik weet het. Here are your choices. Which of these titles do you think really inspired this drawing? Ik lees kickboksen in een springkussen, boksen in een suikerpot, Peterpan, die is compleet anders, en boksering. Peterpan, dat is zo random. Eerlijk, dat moet hem dan zijn. Dat moet hem zijn, man. Want dat lijkt wel op een plan als jij kijkt. Nee, ik heb het helemaal niet gedaan. Nee. Ik heb het getekend. Dank u voor de puntjes. Klootzak. Nee, maar het antwoord Peter Pan, dat is sowieso voor jou, Emre. Klopt. Ja. Het was kickboxen in een springkussen. Nice. Nice. Ik kan niet tekenen, dus dat scheelt. Maar ik heb wel bonuspunten weggegeven. Maar dat mag niet zeggen. Sorry. Oh, je staat wel op nummer 1. Ja, dat niemand dit had geraden dat het zo'n drama was. Wat is dit nou weer? Holy shit, deze is wel mooi getekend, man. Shit. De hint is... maak je school af. Nee, ik heb echt... ja, hoe leg ik dit uit? De hint is buik. Dat kon ik er op zich wel uithalen. Ja, maar wat zijn deze piercings of zo, man? Wat? Ja, ik kan niet te veel zeggen, maar... hoe teken ik dit? Ik weet het niet. Nou, speenvarken met tepelpiercings. 4-pack mislukte 6-pack. Mr. Hanky en de Christmas poop. Wat is dat nou weer? Ja, lijkt ken je wel die op niet? Jawel, is van South Park, toch? Ja, Mr. Hanky the Christmas Poop. Ken je die niet? Oh, ja. South Park. Gotcha. Rico, het is, thanks, het is niet Mr. Hanky. Is het 4-pack? Het is ook niet 4-pack. Nee. Is het een speenvarken of de mislukte sixpack? Ja, dat was hem. Oeh, nice.
Maar hoezo ja, die kruisjes? Dat hij dan mislukt is of zo? Ja, hij is mislukt, weet ik veel, bro. Hoe ga ik tekenen dat het mislukt is? Ik had ook gewoon Rico's buik kunnen... Nee, oh, een grapje. Pas op voor dat hij een high tech geeft. Dit is mijn tekening. Ja, waarom? Waarom? Wat halen jullie hieruit? Wie heeft dit getekend? Ik heb dit getekend, Don. Ik heb deze getekend. Het was een bijzondere bijvoeglijk en zelfstandig naamwoordcombinatie. Muziekje is wel leuk. Oh, ik weet het al, man. Het is Mr. Hankey in de Christmas Poop. Zo en of. Wat is dit, man? Even serieus. Het is Rico die op kippenvleugels aan dansen. Hoi. Ik ben bang dat elke keer als ik Rico een grapje over Rico maak, dat ik uit het niets een high kick krijg. Ergens in mijn kamer. Onder je tafel vandaan. Ja, precies. Oké, we hebben surf op de beat, dansen op een vliegend tapijt, dansen in de sloot en swingen in de ring. Okay. Oeh. Ja? Okay, who picked what? Oeh. Vliegend tapijt. Ook best wel veel van het publiek. Oeh. 370. Haha. Swingen in de ring. 7% van het publiek. Nice. Ah. Surf op de beat. I got you, Milan. Het was dansen in de sloot. Hij heeft gewoon niet geraden. Het is lastig, man. Ja, 24% van het publiek wel. Maar ja, hoe dans je in de sloot? Met twee kleuren. Ja. Überhaupt, hoe dans je überhaupt in de sloot? Ja, moet het een ondiep slootje zijn? Wat is dit, joh? Jongens, het spijt me zeer, maar dit was, als jullie zo meteen, dit is moeilijk. Maar het is toch zijn eigenlijk te zien. Zijn dit de low kicks? Nee, dit zijn niet de, nou ja, misschien wel eigenlijk. Hoe zie jij hier een low kick in? Ik weet niet, ik denk dat dat sliertje van rechtsbovenin, die donkergroene, dat die op het middenrif kikt ofzo. Ik weet niet. Nou, ik zou zeggen, ga je gang. Dus echt lastig. Poepoe. Oké. Ik denk dat ik wel een hele goede heb. Ik denk dat ik hem weet. Okay, here are your choices. Wat is dit nou weer? Rico wordt opgegeten door Godzilla. Rotschop. Knockout met de schouder. En Rico en Don. Zit er een schouder? Is dit een McGregor-referentie? Degene die die heeft is wel... Cowboy Cerrone. Ik zie niks erin, maar ik haal het er echt niet uit. Nee. Nou, ik denk dat die Godzilla is niet goed getypt, want dat is woord met DT. Dus dat heeft de regie niet gedaan. Oh my god, het was die ook gewoon nog. Ja, was boys, die ik had geen idee. Guy, moest ik dat voorstellen of zo? Ja, dat, ik dacht dat Don is gewoon een kleine Rico, die heeft hem gewoon op zijn schouder meegenomen. Zo iets. Oh, juist. Hoe moet ik het anders tekenen? Ja, bro, geen idee, man. Oké, iedereen heeft weer een titel. Ga je gang. We hadden allemaal volle concentratie. Dus ik laat me even meteen vertellen dat wij dit weekend Loglab gaan doen. Milan, Knol en Linktijger. Loglab. Wil je daarin meedoen? Superleuk. Dus via Minecraft. Ga naar letsyourgaming.nl. Doe mee. Help mee met experimenteren. Want Link en ik gaan samen experimenten doen.
Een beetje Mythbuster-achtig. Ja, dat zie je dan wel. Het wordt in ieder geval een leuke show. Ben jij dan die ene man met de walrussnor? Ik ben... Hoe is hij de man met de walrussnor? Weet ik veel, omdat Link ook geen directe snor heeft. Nee, nee, hij is de man met de... Wat raar is dit, zeg. Wat moet je hiermee? Ik denk dat ik hem heb. Rico, we hebben vertrouwen in je, man. Nee, man, niet doen. Zie je het? Drama. Kom op, drama. Ik heb echt vertrouwen in je dat jij dit kan. Mam. Oh, good. Hoppa. Well, you got your in on time. Heeft het ook invloed op je punten hoe snel je het tekent? Nee. Oké, maar waarom ga je voor mij als eerst? Waarom? Wat is dit? Wat? Even denken hoor. Kan ik een aanwijzing? Formule 1 zonder auto's. Bijna. Bijna, bijna. Ja, heb je een clue? Het zou zomaar een natte bedoeling kunnen zijn. Oké, blijkbaar moet ik een ander antwoord geven nu. Ik denk aan een natte scheet, maar ik weet het niet zeker. Nee. Ik ben echt aan het doordenken. Dat komt door die bruinige poepkleur. Nee, ja, ik heb, dat is de enige kleur die ik heb! Ik heb alleen maar bruin. Klopt. Oké. Je zou erop kunnen surfen. Wel... Wat? Ja, hoezo nu pas? Ik heb altijd al gevoerd. Wat de? Oh, we haalden wel popcorn eruit. Maar je zou erop kunnen surfen. Ja, volgens mij weten we allemaal nu wel waar dit naartoe neigt. Ik ga wel even een goede uitzoeken. Oké. Even kijken. Maar hoe teken je bloemen tsunami? Even serieus. Ja, geen idee. Dat is volgens niet te doen, man. Oh shit, ik heb... Nou. Bananenpopcorn. Kijk, dat ding is een golf. Daar ging expres niet voor. Dat ding is een golf en dat, die bloemetjes liggen erop. Ik wist het ook niet. Ah. Oké. Oké. Wie is er verantwoordelijk voor groen? Ik, dit ben ik. Waarom mik je wat is het? Een pistool op het toilet? Ja, weet ik niet. Omdat de regie met hele leuke woorden voor mij komt. Dus ik denk, ik ga dit gewoon tekenen. You shoot the shit out of your gun. Ga je nog een hint geven of niet? Want anders voer ik mijn antwoord nu in. Ik zou denken aan... Nee, ik ga geen hint geven eigenlijk. Oké. Nee, ja, wat voor hint moet ik geven? Het is, wat zie je? Hello. Er is gewoon letterlijk, als je zometeen het antwoord ziet... Is er gewoon letterlijk geen hint te geven. Het is er gewoon niet. Oké, we hebben schietende drolletjes, waterpistool met urine, toilet, schietstoel en poep schieten. Ik vind wel dat jullie wel echt... Ik vind dat je het mooi hebt getekend ook. Thanks, man. Met diepte, hè? Zie je dat voor je? Diepte zo. Diepte, ja. Maar hoe krijg je poep in een geweer, zeg maar dan? Ja, dan moet dat je goed veel koffie goed drinken. Maar die was keihard of niet? Die was goed, hè, poep schieten. Ja, die was nice. Die had ik namelijk ook. En toen stond er van te dichtbij, weet je wel. Juist. Oh, nee, niet. Hè? Ja, ik had hem wel. Ik had hem goed geraden. Wacht even. Wat? Ik dacht dat er stond toilet schietspel. Nee, schietstoel. Wat, hoe is dit een toilet schietstoel? Gewoon toilet en schieten. Next up. Ja, oké. Ik had eigenlijk nog wel een soort 007 referentie verwacht, maar je hebt het verkeerd gelezen, denk ik. Even hoor. Dit is mijn tekening in ieder geval. Wat halen we hieruit? Wat halen we hieruit? Ik zie een big ol' hanging, maar ik denk niet dat dat hem is. Het is volgens mij... Ja, ik denk dat ik het wel vermoeden heb. misschien slaat hij op terug. Of zo. And
Here are your choices. We hebben boksen tegen grote unit. Boksbal slaat terug. Schuur een bokszak en boksende boksbal. Ik denk boksende boksbal. Wat zal het zijn? De roomcode, dames en heren, als jullie mee willen doen, staat linksbovenin. Ga naar jackbox.tv en deel mee. Neem deel mee. Ah! Doe mee. Doe gewoon mee. Hoppa. Is dat het? Ja, die dacht ik ook. Ja, hij kwam dus wel aan. Boksbal slaat terug. Ja. Boksbal slaat terug. Is dat niet een speedball? Soort van, maar zo'n... zo'n kleintje. Zo'n, Ja, dit ben ik. Dit is ook wat ik dagelijks... Nou, niet dagelijks. Dit is wat ik wekelijks doe. Er zijn mensen die kijken die dit dagelijks doen. Doen. Dus het is een activiteit. Nou, ik beeld een activiteit uit. Ik zeg niet dat het een activiteit is. Ja, want er staat het pijltje niet voor niets. Maar ik wou niet te veel pijltjes inschepen, maar... Vaak hebben ze ook nog een... oh, nee, dat zeg ik zo meteen wel. Ja, vaak hebben ze ook nog een tablet op schoot. Oh, juist, ja. Chipsvingers, nachos gooien, magneetvis en chips eten. Juist. Ik denk dat voor chips is inderdaad de juiste kleuren hiervoor. Nou ja, zo. Juist. Goed, goed, goed getekend. Dankjewel, dankjewel. Hartstikke mooi. Oh, lekker, heb man. Ik... En... Wow. Net. Sta ik nou weer tweede? Altijd tweede. Oh, je bent wel eerst met de most likes. Hey. Ja. Oh, nice. Heel nice. Man. Kijk. Alright. Ja, dat zit nice, het er guys. Eigenlijk op voor Drawful 2. Rico, volgens mij ga jij nog meer kip bereiden, of niet? Sowieso. die guns moeten gevuld worden, hè? Uiteraard, uiteraard. Kijk. Nee, jij mag je eigen agenda weer invullen voor vanavond. Jij zal worden overgenomen door ook een man met grote biceps. Dus... Rico, bedankt voor het meedoen. Het was hartstikke gezellig. We houden contact, we bellen. Thanks, guys. En, sowieso, let's go. Dan laten we lekker warzone met z'n allen. Gezellig. Cool, sowieso, gaan man. We doen. Hou je DM in de gaten. Was super nice, man. Let's was leuk. Go. Yes, yo. Peace out. Hey, later. Doeg. Nou, alright. Laten we je biceps zien, Rudy. Well, ja, nee, maar het is nu een beetje onderwhelmend, eerlijk gezegd. Nee, je moet het zo doen. Doe even. Kijk je zo, okay. En dan moet je zo de minigun. De minigun has arrived. Maar ze zijn gewoon echt gigantisch, man. Nu schaam ik me dood, ik zweet. Niet normaal. Toen Rico zei Warzone met de boys, was ik toen ook een van de boys of was ik die guy daar in de hoek? Nee. Jij bent altijd wel een van de boys. Oh. Nee. Jij was de tankrijder. Shit, man. Ja. Dat vind ik wel jammer. Ja. Je bent degene die zeg maar die helikopter zit en dan te vroeg uitstapt. Ja, ik ben die jongen die niet gekozen wordt met trefbal. Als laatste, ja. Ook gewoon niet gekozen. Nee, gewoon niet. Rudy. Ja, leuk. How you doing? Ja, jongens, wij gaan zo direct Quiplash met z'n allen spelen. Hij staat, voor ons staat hij al klaar, dus vul de code alvast in. Dan kunnen we zo vroeg mogelijk beginnen. Of zien we nou iets wat we niet hoeven te zien? Oké. Okay. Nee, wacht, de regie is even bezig. Aan het voetelen. Ja, ze zijn even... bezig. Goed. Hoe is het met iedereen in de chat, jongens? Want op YouTube zie ik echt de chat. Ik zie al een hype door iemand. Biceps. Hoe lang de stream duurt? Tot 9 uur was het uit mijn hoofd. Oh jee. Tot heb je wel tijd tot 9 uur? Ja, nou ja, ik heb wel even. Ik heb wel hele drukke afspraken. Ik heb nog een. Afspraak met Samsung en KPN Unlimited toevallig. Oh, ja. Toevallig. Ja. Ja, heel toevallig. Dat begint om 9 uur. Oké, join de camera, dan kunnen we beginnen. Ja.
Ik zit erin, man. Wow, hoe zitten jullie erin? Kom, Emre, je moet er gewoon in. Nee, sorry. Ik snap het. Ik kon de deur niet vinden, maar ik heb hem gevonden. Goed. Ook nog even voor de chat, om nog even duidelijk te maken, voordat we dit potje inspringen, wil jij kans maken op dus een Samsung Galaxy S20? Ga dan even naar de Instagram van Legends of Gaming NL. Doe mee aan de winkans, of een winactie, en maak kans op een Samsung Galaxy S20 met de Samsung Galaxy Buds Plus. Oké. Ja, wij zitten allemaal in de kamer. Ik ga everybody's in drukken en dan gaan we beginnen en dan kunnen de kijkers ook meedoen. Ah, wat fijn. Alright. Nu kunnen we eindelijk winnen. Nu kunnen we eindelijk winnen, zonder dat jullie een man met grote biceps ons wil hoeken. Pardon? Wat? Ik hoek ook. Maar zacht. Okay, I hope you've all done your stretching. Gelukkig maar. Hey, grote biceps staan niet gelijk aan harde hoeken. En dat moet je wel... Nee, dat is waar. Dat is techniek. Het zijn ballonnen. Je bent wel van die SpongeBob aflevering. Yeah. Opblaasarm. You'll score points based on the percentage of people who prefer your answer. Have at it. Oké, Don, kun je het kort uitleggen? Ja, wij krijgen een stelling op ons telefoon en dan moeten we een zo leuk mogelijk antwoord daarop geven. Dat is het volgens mij eigenlijk. Het is gewoon leuke antwoorden op leuke stellingen. Ik weet niet of we allemaal dezelfde stelling hebben, dus hou het even nog voor jezelf en uiteindelijk lezen we die gewoon op één voor één. Oké. Ik ben nu allemaal antwoorden aan het geven. Oké. Het zijn meerdere stellingen, dus je moet constant antwoord geven totdat je helemaal klaar bent. Het is niet één vraag. Klaar, joh. Snelle jongen. Ik heb er twee. Ik had er twee, jullie ook? Dat zou kunnen. Ik ben bij de tweede nu. En Madonna, heb je ook gevochten met Rico? Er was net wel een tekening dat ik op hem... Ah nee, ik zat op zijn schouder, dus dan heb ik alsnog een beetje de high ground. Dus die steek ik in mijn broekzak. Je was een shell. Het zou ook kunnen. Ja, oké, okay, was een shell. Zouden jullie voor 100.000 een hoek van Rico krijgen? Gewoon out of the blue. Ja. Ja. Kom maar op. Maar echt zo'n... Voor 100.000? Perfect, niet aan hij breekt mijn kaak maar. Ja, boeien. Ik bedoel, ik lig wel even twee uurtjes te drukken, prima. Als Rico jou een hoek geeft, dan ben je gewoon even gewoon weg. Ja, maar voor 100.000 man. Oké, Rudy, lees hem voor. Oké, wat de baard van Emre denkt. 1. Was mij en raak me aan. 2. Betast me. Oké. Heel uitnodigend, allebei. Dus wat gaan we doen met Emre, jongens? Ja. Ik heb al een antwoord gekozen. Oké, Emre, lees jij de volgende voor. Ja. En dan gaan we. Oh, het is een 50-50. Prima, verdubbeld. Oké. Kijk, ik heb een zak. Ik vind het helemaal mooi. Hij weet gewoon beter wat mijn baard wil. Oké. Ja, ik ben een beard whisperer. Oké, vote. Ja. Oké, komt-ie. Het feestje was voorbij toen Rudy vervangen werd door Rico. Zijn fly op was. Ja, man. Ja, shit. Ik ga gewoon voor de schaamte. Ja. Ik krijg het echt warm van jullie, jongens. Ik weet niet. Het is alsof jullie mij... alsof er een leegte is voor jullie nu die ik moet opvullen, maar niet kan. Zo is het wel. Weer een 50-50 afgedeeld. Maar hey. Knolle gang, hè? Komt er door mijn kleinere biceps. Oké, Milan, lees hem voor. De meest nutteloze superkracht is dat wc-papier handen of douchen met wifi-stralingen. Eerlijk, wc-papier handen is fucking dope, man. Als je ze kan verwisselen. Ja, maar je kan ze niet afscheuren. Je hebt altijd dezelfde handen. Dat is vanaf je geboorte heb je uiteindelijk gewoon alleen maar poephanden. Ze zijn altijd soggy. Ja. En ze stinken, Don. Je kan niemand knuffelen.
Ja, dan weet ik waar ik voor ga. Oh, mijn antwoord is niet... Oef. Ik had op wc-papier handen gedrukt. Oh. Hij kwam er niet door. Bedankt voor dat. Mijn fout, sorry. De titel van Milan's nieuwe track, Ik hou van haar, Knoller Gang. Gaat je volgende track een liefdesnummer worden? Nee, het is over mijn haar. Oh, is het hou van haar? Okay. Ja, precies. Ja. Ja, is het nou van haar of van haar? Maar als je van haar houdt, waarom scheer je het dan? Ja. Ja, maar een meisje kan ook zichzelf wegscheren. Wow. Op zich. Ja, scheer je weg. Oh man, ik dacht dat ik creatief was. Ja. Ja, ik vond het ook lastig. Hij draait, man. Oh, kijk, wacht, ik heb gewonnen. Bruh. Ja, de kijkers hebben jou laten winnen. Thanks, kijkers. Klopt. Heel cool. Maar... Ja, de kijkers spelen zeg maar een grote rol. De audience score moet zeg maar hoog zijn, precies, zodat je de meerderheid hebt. Kijk, die kijkers die weten van wanten. Ik voel het. Ja. Flinke wanten, gewoon poephandwanten. Overwanten. Oké, we hebben weer een nieuwe stelling. Wc-papier. Oké. Ik zit te twijfelen over dit geintje, maar volgens mij kan die wel. Kan die wel? Ja. 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 Laten we gewoon lekker commercieel doen, jongens. Oké. Ik heb mijn antwoordjes. Ik krijg er ook zweethandjes van, jongens. Ik vind het spannend. Ja, ik ook. Ja, hè? Maar ben ik leuk? Ja, ik krijg ook zweethandjes, maar dat komt omdat mijn kamer vol zit met allemaal spullen. Klopt. En zo'n benauwde plek. Ja. Ja. Dat is het nadeel van de zomer, hè, als je zo'n game op bent. Dan zit je PC alleen maar 30 graden uit te blazen. Of 80 eigenlijk. Ja, hebben jullie al... ik moet sowieso nog een airco fixen. Don heeft er al een. Rudy, heb jij er ook al een of niet? Ja, ik heb zo'n mobiele, maar mijn raam gaat niet lekker open, zeg maar, voor die buis. Dus het wordt alsnog heet. Let's have a look. Ah, ja, dus het is oké als ik erin zit, zeg maar. Rudy, even afzien. Oké, deze snack is het nooit geworden. Patatje aan mij vocht of Chernobyl. Ja. Godverdamme. Ik kan me nog wel zeggen. Ik zou ze beide niet willen hebben. Maar, I don't know. Nee, ik ook niet. Oef. Patatje Chernobyl klinkt wel smaak is ijs. Ja. Dat is toch gewoon net zoals patatje Joppie? Ja, maar dan... Chernobyl, is dat Joppie? Wat dan iets actiever op de radio, denk ik. Hey, Milan en Rudy. Hey. Lekker hoor. Nice. Ja, ja. Nice. Het is weer close elke keer hoor. Het is elke keer een bijna 50-50. En die kijken ze jou ook lekker mee daarin, hè? Emre. De echte slogan van YouTube. Werkt alleen in 480p. Werk veel. Voor niks. It's close to home. Wordt het gezien als werken? Nee joh. Is het al sociaal acceptabel? Maar werk veel voor niks. Wat bedoelen ze voor niks? Voor niks als in weinig geld of voor niks als in dat we er niet toe doen? Ja, ik denk geld. Kut. En dan ben ik... Oh, dan ben ik weer te laat met kiezen. Don. Ja, als je al... Wel, wil je kiezen? Of mij? Ja, ik wil de 480p doen, ja. Kijk, zie! Alles had ik gewonnen! Don, schiet nou eens! Ja, het is zo... Nee, Don wilde mij. Don wilde mij. Ik weet het zeker. Nou, Milan, lees voor. Komen, jongens. Packs openen of het knol in de titel. Ja. Ja. Kunnen we hier omheen draaien, mannen? Ik bedoel... We weten allemaal hoe het werkt. Ja. Als je nou packs opent met knol in de titel. Knolpacks. Oh. Zo. Oeh, ja. Dat is de ultieme combinatie. Ja, ik ging voor de harde realiteit, eerlijk gezegd. Ja. Ik had hem ook zelf gekozen. Wauw. Next. Heel nice. Oké, waar de F in de chat echt voor staat. Don die gehoekt is door Rico of Fiets?
Javiet. Nou, die is vrij obvious, toch? Ik bedoel, ik denk wel dat de kijkers heel graag willen zien dat je dat donderdag doet door Rico. Maar... En ze zijn al volop de F aan het spammen, dus dat komt goed uit. Ja. De F staat toch voor frikandelbroodje, of niet? Ligt eraan, man, maar even maken. In Limburg staat hij voor fly. Gewoon weer 50-50, het is niet normaal, man. Ziek! 400, ik ga lekker, man. 405. Boy. Dat is echt niet normaal. We gaan ervoor zorgen dat het gewoon eentje wel goed... Of zijn we nu al klaar met het spel? Ja, deze ronde is voorbij. Er moet een antwoord, een vraag komen. Maar alles waar die precies 50-50 is. I've got one prompt left and you're all ja, we gaan ons best doen. Maar dit valt moeilijk bij te houden. Ja. Klopt. Acrolash. Invent the full phrase that goes with this acronym. Hier ga ik even voor zitten, hoor. Oké, verzin een acroniem voor L-I-O. L-I-O. Ik heb zo'n leuke, ongelooflijk. Dat ik hierop kom, is niet normaal. Dit is absurd, creatief, bizar, fenomenaal. Incredible. Incredibele. Incroyable. Geen idee. Geen idee. Inkronkie. Ik denk dat we allemaal creatief zijn. You get two medals to award this time. Give out your gold and silver medals. Ik zie lustvol intelligent object, legends in ondergoed, lovende ingenieuze otters en like ik ook deze stream? je moet even kijken, je antwoorden geven van goud, zilver en brons, als in de medailles. Dus je moet drie antwoorden aanklikken. Oh, dus top drie. Oh. Oké. Oh. Ja, een top 3 maken. Ik kon er maar 2 doen. Sure, ik kon er maar 2. Oh, 2. Oké, ja, maar is de derde sowieso brons. Ja, man, maar ik wilde iemand die brons kunnen doen. Oh, dat is ook zo. Maar die krijgt hij automatisch met de post. Oh, ja. Kijk of we kijkers er al meedoen. Er zijn meer dan 3000 kijkers, maar er zitten er 830 nu te stemmen. Dus als je nog niet erin zit, ga erin. Check rechtsboven die roepcode. Ga naar jackbox.tv en doe mee. Gezellig, is leuk. Yep. Op je telefoon. Let's see who earned those medals. Op je de stemmen gaan naar. And now the gold. Ah, man. Zo. Jeetje. Ik zei dat het goed was. Yes! Yes! Lekker hoor. Let's take a look at the final scores. Yes! Wat een gozer. Ik heb eindelijk iets gewonnen in mijn leven. Bourbon naast. Goed gedaan, man. Ja, lekker, lekker hoor. Ik ben niet goed in geforceerd grappig zijn. Wacht even. Jawel, joh. Oh, take the L. Dit nog? Ja. Blijkbaar. Ja, ondertussen ik vraag ik wel aan de regie. Gaan we nog een ronde daarvan doen? Ongelooflijk. Sorry, ik moest even... Oké, we gaan nog een ronde Quiplash doen. We weten nu een beetje hoe het werkt. Dus dan kunnen we dat zeker even doen. Wat hebben jullie nog meer op de agenda staan vanavond, jongens? Nou, Don, eerlijk. Ik wil even bijbabbelen met jou. Dat is goed. Maar heb je geen filmpje om te kijken? Jij bent wel van de filmpjes in de late avond. Ja, daar ben ik wel van, ja. Maar dat zie ik echt pas altijd last minute. Maar ik zie jou nu, dus ik wil eigenlijk jouw filmpjes kijken. Oh. Dat is dat zeer intiem. Ja. Heb jij nog wat te doen, Don? Misschien dat ik nog een gamepie ga spelen of zoiets. Ah, nou, ik moet sowieso nog een beetje aan het werk. Oh, dus je gaat niet mijn filmpjes kijken? Uiteindelijk als ik in bed lig, eenzaam. Iedereen zit erin? Ja. Milan, wij moeten ook liever woorden tegen elkaar zeggen. Ze zijn een team aan het vormen. Ja, dat is die quarantaine eenzaamheid, hè? Sorry? Je bent goed in Warzone, toch?
Thanks man, jij bent goed. Schmitty hier, ook. Welcome to Quiplash. Okay, let's move this along. Met je haren sure scheren. Something very exciting on Snapchat. Hoe is dat een compliment? Hoezo? Ik zeg je bent goed in haren scheren. Wees alsjeblieft mijn persoonlijke kapper. Emre, je krijgt van mij een KPN Unlimited abonnement als jij je baard roze maakt. Daar moet ik over nadenken, maar nee. Hij is heel verleidelijk. Unlimited, ja, maar ja. Baard roze, bro. Kom op. Even serieus, zie je wel met een roze baard. Oké, okay, we gaan even in dingen invullen. Dit is een lastige. Wordt wel uitgedaagd, hè? Voelen jullie dat? De regie heeft allemaal van die snode dingen ingevuld. Ja, ze zijn flink... Snoot. 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 Lastig hoor, dit. Himmig, dit is echt lastig. Ja, inderdaad. Val wel op, oké, binnen 10 seconden. Rudy, we zijn niet allemaal zo intelligent en grappig zoals jij bent. Dat is heel vervelend. Ja, dat weet ik. Probeer nu te stimuleren. Moet je ons ook niet de schuld geven. Rudy, heb jij daar nou een sappig Samsung telefoontje vast? Oh, wat leuk dat je het vraagt. Dit is inderdaad de Samsung S20, man. Wat heb jij daar in je klauwen? Ja, ik heb volg ook een sappige Samsung S20 in mijn handen. Heel toevallig. Tik hem aan. Tik hem aan. Okay, de hype van het jaar 2053. Fidget spinners die andersom draaien of 6G-connectie? 6G is wel, dat zal ultiem snel zijn. Zo, daar kun je gewoon mee tijd reizen, denk ik. It's through the roof. Wellicht. Fidget spinners die andersom draaien, hoe zie ik dat voor je? Want dat draait één kant, dus dan gewoon de andere kant. Tegen de klok in. Ja, ja. Ah, het slaat ook gewoon helemaal nergens om. Nee, klopt. Mensen komen er dan pas achter dat je hem ook de andere kant op kon tikken. Zo van, oh. Oh. Nee, precies. Oké. Okay. Rudy, lees jij deze op. Oké, okay, wat je niet onder je bed wilt vinden is Pascal zijn dirty pika's. Of Rico die mij wilt hoeken. Ja. Ja, beide zijn zeer eng. Ja, ja. Oh, bro. Ik wil vooral geen Pascal uit het vinden. Dan gaat mijn moeder me hoeken. Oei. Dan moet je al helemaal niet willen. Nee. Maar hoe leg je dat überhaupt uit? Een week lang hoek. Je eigen naaktfoto's onder je bed? Of Rico? Nee. Dat Rico ineens onder je bed ligt. Volgens mij zit je bed dan ook gewoon echt 2 meter omhoog ineens of zo. Zo'n nare hobbel opeens, weet je wel. Geloof. Yeah. Klopt. Wat is er bij mijn matras? Emre, lees op. Milan zou wel eens het wereldrecord kunnen verbreken. Dat is vals zingen of roze dragen. Vals zingen? Hoezo? Hier, let op, ja, jongens. Ja, maar dat weet ik veel. La Samali, hoezo? Het wereldrecord is gebroken, dames en heren. Ja, dat klinkt toch gewoon prima? Perfect. Helemaal top, bro. En de stemmen gaan naar... Milan, je hebt niet gekozen. Nee, dat is druk bezig met zingen. Goed. Maar ik lig er even hard. Nice. Next up. Ik zie dat Arvi ook wel eens in de chat mee aan babbelen is. Wat een droomgozer. Wat een droomgozer. Wat er nieuw is in Fortnite seizoen 48, fietsen of The Ledge? Is er niet al een soort fiets? Rudy, kijk naar jou. Bro, alsof ik nog Fortnite speel. Ja, er is een Wellicht. Fiets. Een grapje, I don't know. Ja. I don't know. Is er niet onder andere überhaupt seizoen 48? Wellicht. Ja. Getting there. Zitten we daar niet al, inderdaad? Oeh. Waarom kiest deze? Fietsen. Nee, er is nu volop gekozen. Er zijn 4, zeg maar 2 antwoorden en 2 kiezers en dan heb je het publiek.
Oh, ja, round 1 is in the box. Ja. Let's see the scores. Ja. Rico is al weg, hè, Emre? We zijn nu met 4 gewoon. Ik weet dat Rico telt voor 2. Omdat hij zo, weet je wel. Hij twee webcams nodig. It's round 2 time and everything's worth double. Don't let those points go to waste. Oké, okay, nieuwe stellingen. Oh, ja. Oké, ja. Don, wat heb je bij antwoord 1? B. Oké. Okay. Dat je zo bij een toets 4 keer B achter elkaar hebt, dacht je, de volgende kan echt niet B zijn. En dan is het gewoon B. Ja. En dan dacht je gewoon, het kan alleen maar B zijn. Er was een keer volgens mij zo'n toets gemaakt door een leraar, dat hij alle antwoorden B gedaan, behalve de laatste, en die had hij dan bijvoorbeeld C gedaan. Die had ik ook gezien. Toetsen op HBO, dat je zo buiten de deur met elkaar van, hé man, hadden jullie ook 5,7 bij antwoord 3? Zeggen ze 5,7 en dan zegt iedereen opeens, nee man, ik had 4. Ja, dat is ook... Klopt. Grootste paniek, klopt. Milan, ben je er bijna? Ja, klaar! Top. Kijk. Oké, okay, de eerste stelling. De meest nutteloze uitvinding, vliegende landingsbaan of wc-bril? Vliegende landingsbaan. Oh, nee, dat is een multi layer deep. Er komt zo'n visser aan en wil landen en dan... Nee hoor, nee. Hij vliegt zo weg. Hij komt je tegemoet. Ja. Hij komt zo door. Je bent net weg van Schiphol en dan gewoon je landt alweer op landingsbaan Aruba. Je bent er al. Ja, maar eerlijk, een vliegende wc-bril, dat je van je eigen wc-bril kan meenemen. Nee, gewoon een hoeverende wc-bril. Dat die kei nog meer gaat plonsen. Oh, juist. Oh, wat bedoel je? Ja. Next on deck. Oké, Rudy, lees op. Oké, wat zouden katten tegen hun baasje zeggen als ze konden praten? Voeder mij onderdaan. Of stiekem mijn blik. Ik heb alles gezien. Oh, dat is mijn stap. Ik denk wel dat dieren heel veel vreemde dingen hebben gezien. Zo, ja. En of. Milan, jij hebt toch ook een kat? Ik heb een kat, ja. Makia. Ik wil die een keer aan de leugendetector hangen. Doe maar niet. Daarom had ik ook dit neergezet. Want ik heb alles gezien, want dat Makia, mijn kat allemaal heeft gezien. Oh man. Ja, maar de dieren kunnen legit praten, hè. Die hebben alleen zwijgplicht. Geheimhouding. Ja. De titel van Don's autobiografie. Geld of hoe word je een don? Oh. Gewoon geld. En zo met zo'n koffer met munten. Juist. Dat er ook op zijn Wikipedia staat. Hoe is Don bekend geworden op zijn Wikipedia? Daar staat er gewoon geld. Punt. Ja. Klopt. Heerlijk. Ja, die zo. Oh, lekker hoor. Lekker bezig, Emmer. Ah, thanks bro. Nou, Don, jij zit met je boek te promoten natuurlijk. Ja, hoe moet ik dat antwoord over mezelf geven? Dat is zo vreemd. Time to vote. Emre, lees op. Wat je niet wilt zien als je uit het vliegtuigraampje kijkt. De koffers van Arvi, editor op de vleugel of Don San. Oh, Rudy. Thank you. Die heb ik niet verzonnen. Oh, wie zegt dan Don San? Ja, iedereen. Dat is toch heel normaal. Dat is een normale begroeting voor een mannelijke, weet ik veel. Ik kan geen Japans. Oké. Maar ik stem wel op je. Wat al het iemand cool. Wat je niet wil zien. Dat je zo de piloot op vleugel ziet staan. Ja, dat die daar maar een vleugel de piloot zou uitzien. Zo, terwijl hij aan het vliegen is, aan het repareren. Dames en heren,
Pas op voor lichte turbulentie en dat hij zit te hameren. There's a man on the wing. Of een ander vliegtuig eraan vastgeplakt. En nu round 3. Ja, piloten kunnen alles altijd zo heel rustig brengen. Dames en heren, als u kijkt naar de rechtervleugel, deze is zojuist afgescheurd. Dus we maken een rustige landing naar beneden. Bob Ross was toch ook een piloot? Ja. Echt? Nee. Hij was een drill sergeant. Okay, oh, damn. We moeten de comic completen. Welcome, I'll answer any question you have. Oké. Okay. Ik ga denk ik vanuit het perspectief vanuit de kijker ga ik de vraag stellen. Okay. Dat lijkt mij iets persoonlijker naar de kijker toe. Oké. Benadruk jij graag persoonlijke dingen? Hoe bedoel je? Ja, ga je graag op de persoonlijke tour, zeg maar, je verdiepen in de consument. Zeker. Oh, ja. De vraag is, hoe werkt het... Oh, doe jij maar, Don. Ja, nee. Doe je ding. Nee, doe je ding. Hoe werkt het ad-review systeem van YouTube? Goeie vraag. Zijn de kronks bij Log lekker? Waar is het wc-papier? Waarom? Waarom? En dat hij dan zegt, daarom... Dat is zo... Hij implode op dat moment dat je zegt waarom. Waarom? Oneindige vraag. Wat is divided by zero? Wat is 5 tot de macht 0? Moet je nagaan, hè? Die man die zit daar gewoon al met zijn oranje handdoek eeuwen te wachten op de perfecte vraag. Boven op een berg. Daar boven op de berg. Ja, maar dan heb je dus eindelijk een vraag dat je mag stellen. En dan stel je de vraag aan de maker van alles. En dan zeg je waarom? Dat vind ik wel leuk. Dat is eigenlijk heel filosofisch. Ja, eigenlijk wel, hè. Ja. Okay, maar daarom heb ik hem verzonnen, weet je. Ik ben een filosoof. Klopt. Milan is goed in deze ronde, man. Ja, Milan maakt deze elke keer kapot. Hey, ik denk Milan... aan de consument. Ik denk aan de kijker. Ja, consument. Klopt. En ik zit hier gewoon kut te filosoferen. Wij proberen hier een serieus spel te spelen. Ja. Ik heb gewonnen! Oh, no! Ja. Ik zit laatste, man. Gefeliciteerd. Doe een beltje. Take the L. Hij wil hem niet doen. Oké. Goed, dan gaan wij nu overschakelen naar een nieuwe game genaamd Civic Doodle, wat ook valt onder het Jackbox Party Games pakket. Wat het exact inhoudt, moet ik ook even gluren, maar het heeft met tekenen te maken. Ja, dat is op elkaar doortekenen. Je hebt gelijk, inderdaad. Dus iemand krijgt een dingetje, tekent dat, en dan krijgt iemand anders een stelling en die moet dat er weer bovenop tekenen, totdat we uiteindelijk een hele mooie tekening hebben. Oh, ja. Kijkers kunnen daarbij ook deelnemen door middel van emojis te gooien, of het leuk emoji, poep emoji, noem maar op. Zo, ze gaan toch niet echt met poep gooien naar ons, hè? Dat is een optie. Nou, poep emoji? Ja, ik moet ook nog douchen. Poep emojis, lach emojis. Je mag je eigen kaartje tekenen. Nice. Oh. Je kan niet gummen, of wel? Ja, het is zonder gum. Oh, nee. Beirut. Zo, top. Oké, okay, iedereen heeft getekend. Top. Sit back and relax. Oké, okay, kijkers, jullie kunnen meedoen door de kamercode linksbovenin te benutten. We've got more novelty bathrobes per capita than anywhere in the country. Thank you all for volunteering, or being court-ordered, to participate in our town beautification initiative. Remember, non-volunteers can still make a difference by joining the audience. The mayor wants to turn all the plain, old, everyday walls in the town into inspiring works of community art. Isn't that right, Mr. Mayor? That's right, Peggy. That's not my name, sir. And graffiti, I know vandalism, just where to start. Right here. We zijn de vier dikke vandalen. As you can see, this mural is already in progress. Mrs. Palmer's boy Leroy started drawing
this, but he got distracted by a weird dog before he could finish. What is that, a squiggle? They didn't even finish it. We believe in a little thing called democracy around here, so I'll let two of you make additions to the drawing, and your fellow volunteers will vote on who made it better. Nog niet. Oh, nu ben ik. And I'm keeping you on a short timer to make sure you don't overthink it. Oh, tijdsdruk, man. Voeg je contributie toe op je apparaat. Dus jullie moeten nu iets toevoegen op, wat is dit, halve kippenkoppie of zoiets. Ja, ze hadden het over een gekke hond. Oh, ik kan nu emojis gooien. Ik gooi een poep-emoji. Your feelings about each drawing with the buttons on your device. Dus we moeten nu gewoon... Oh ja, het werkt ook nog. Oké. Ja, hij is. Oh, dit is misschien. Oh. Is dit een balzak links? Oh jee, ik moet heel snel tekenen nog. Oh, ik moet het ook al zo metten. Very strong candidates. It's up to the voters to pick a winner. Veel vraagtekens voor rechts. Zo, weinig tijd, joh. Rechts is heel, dat is gewoon een plant. Ja, ik kan nog... dat is de. Ja. Nee, serieus, dat is de Oekraïense kranala. En die groeit daar. Die kun je eten, kun je uit de grond halen. Okay. Ja. En die ziet er zo uit. Oké. Wat smaakt het nou? Wat geleerd? De Oekraïense kranala. Het smaakt een beetje. Ja, de Oekraïense kranala. Die smaakt een beetje naar aardappel, patatje, joppies smaak. Oh, niet Chernobyl. Here we go. Zonder Chernobyl. And of course, the audience's voice must be heard. Dom. Oké, dan gaan wij verder op de rechter tekeningen, Emre. Ah, dat vind ik jammer. Oh. Ja, je inzet wordt gewaardeerd, maar we doen er niks mee, Rudy. Ja, zo gaat het in mijn leven. Van, oh, goede input, maar we doen er niks mee. Ja. Wen er maar aan. Ik kreeg wel aubergine points. Kijk, dat is fijn. Yes, mijn plant heeft gewonnen. Okay, ik zei toch, het bestaat echt. Ja, nice. Don en Morg. Teken maar af. Pak maar wat jij denkt dat het is. Oh, hemel. Oh ja, je moet even wachten voor courgettes erin gegooien. Maar het is een aubergine. Ik ben kleur... Hij is kleurenblind. Het zijn paarse aubergines, toch? Als je altijd een courgette stuurt naar een chick, dan ben je niet goed bezig. Ja, dan ga ik nu dus naar Don sturen. Je moet een aubergine sturen, bro. Oh, je kan super vaak drukken. Is er ook echt? Oh, je kan veel meerdere smileys doen. Toch? Je kan echt spammen als een malle. Oh nee, ik heb geen eens tijd. Ik ben wacht op mijn scherm, joh. Nee, hoe? Ja, het is lastig, man. Oh nee. Oh ja, maar... Wat moeten we hiermee, joh? Ja... Dit is linksonder. Wat heb jij getekend? Ik heb een draakje getekend. Ik heb er meer een kip van gemaakt. Ja, kip. Oh. Ik zie in ieder geval dat het geen bio-kip is. Nee, dus ik Oekraïense kip. Jij met je Oekraïense kip? Dat is het naproduct van zo'n plant, hè. Die planten die leggen kippen. En die kippen die leggen eieren. Ja. Oh god, we gaan door op de linker. Waarom is die door? Waarom? Oh, wat kut. Dit doen de kijkers expres. Boys, jullie kunnen wel natuurlijk de techniek van een tatoeëerder gebruiken, door zo gewoon goed eroverheen te gaan. Ja, je had ook gewoon iets goeds neer kunnen zetten, zodat we dat niet hoefden te doen. Dat had ook gekund, inderdaad. Wie moet tekenen nu? Oh, ik moet weer tekenen, waarom? Oh, wat? Don en Rudy moeten, of Emre en Rudy moeten nu. Klopt. Oh, dit is zo moeilijk, man. Oké, jullie staan nu op de helft van de tijd. Oh, wat mooi. Lekker. Nog 25%. Van de tijd. 10%. En ik kom niet 5, 4, 3, ik weet niet. 2, het is onmogelijk. Jeetje. Oké, ik heb gewoon niet zo raak geworden.
Ik weet niet wat ik bij de linker moet denken. Ja, dat is een... Dat is wel een zonnetje, dat is wel cool. Is zo'n Oekraïense courgette. Zon. Oh. Dat is een soort van kip. Waarom zit er een vraag tegen van... vol in zijn neus? Ja, dat is zijn neus. Dat is zijn neus. Zeg maar. Ja. Nee, dat is zo de vraag. Is dit zijn neus? Ja. Hey, hoppa. Zo, dat verbaast me nog dat ik hier punten voor kreeg. Oh, ik kreeg ook heel veel scheid, gelukkig. Lekker man. Next up. Ja, nu Don en Don. Milan. Go. Ja, daar gaan we. Nog een keer. Ja, ik ga jullie allemaal. Ik sending you virtual aubergines. Aubergines. Aubergines in de chat, jongens. Wolk en dinges toevoeging vond ik eigenlijk wel leuk. Wat is dus vanuit de kijkers alleen maar aubergines zien. Ja, alleen maar aubergines. Boeders, aubergines. Wacht, dus jullie kraken me zonder mijn wolk af, maar vervolgens zit Don gewoon mijn fucking zonder wolk te nakken. Nee, ik vond die goed, Ik ben al die aubergines. Oh god, nice. De tijd gaat zo snel. Ik kan... Ja, joh. It's voting time! Oeh. Kijk, mijn draak is aangevallen. Linksbovenin. Oh, dat is een pijl omhoog. De rechter die is wat meer met de scène, maar de linker is wel wat meer met de accenten en zo. Met een battle, dus. Ja, dat komt wel. De smaak is complex. Het is een Oekraïense oorlog. Ja, de Oekraïne hebben ook namelijk geen wapens. Ook nu niet, in 2020. Die gebruiken nog steeds pijlenboog. Oh, ja. Sick. Ja, ik ook wel. Ik ben een keer geweest op vakantie en het was echt heel raar. Toss those audience votes in. Ja, ze van waarom schieten ze me niet gewoon neer met een geweer? Ik bedoel, dat is zo gek. Dat zat ik ook. Ja. Joink! Schijnt dat Cupido daar niet eens meer aan zijn veilig. De zon en de wolken waren toch een goede toevoeging, toen. Ja, weet je. Creative genius komt alleen later pas tot zijn rechten. Ja, als hij dood is. Finished. Now it just dat je met zo'n simpels kan bijvangen. Ja. Belachelijk. Oh. Echt belachelijk. Nu moeten we nog een titel ervoor verzinnen. Oh, ja. Volle focus voor iedereen. Ja, Don die komt nou echt met een masterpiece voor de masterpiece. Dat kun je zien als een kopie. The ultimate masterpiece. Now vote for your favorite. We hebben Oekraïense bitume draak Rochel. De draak uit Oekraïne. Arvi is een draak uit Oekraïne. En drakenwandeling met Teletubbieson. Ja, het is allemaal wel sterk. Het is zeer sterk. Ze zijn allemaal kanshebbers voor een Emmy Award. En of. Ik zou hem kijken. Maar eerlijk, als je gewoon de titel van een film hoort. Hoe tem je een Oekraïense bitume draakrochel? Perfect. Ja, maar hoe tem je ze nou? Ik... Dat is van die film, erin jassen. Wandeling. Time to reveal your finished art. The big ass yoink. Verdiend. Maar dat was... Oh. Nice. Of een beker. Zo. Oh. Ja, maar als je darmen daar niet van kan werken, dan weet ik het ook niet meer. Echt hoor. Als ik die bij Starbucks zou krijgen, had ik hem teruggebracht. Echt wel. Ja, precies. Door dat zonnetje, denk ik ook. What part of town should we improve next? Oké, we moeten een ander stukje van de... Van de stad moeten we mooi maken. Mooi maken of bevuilen? Oh, ik ben zo blij dat ik niet als eerste hoef. Oké, Mork, we moeten er iets van maken. Oh god, moet ik ook? Ja, wij moeten beginnen. Ja, jullie krijgen van mij weer virtuele courgette aubergines. Ja, ik ook. Ik gooi ook helemaal die aubergines. Ja. Wat probeer je te zeggen, Milan? Geef me meer courgettes. Nee, je krijgt paarse courgettes van mij, Don.
En de hele chat zit ook alleen maar die jongens. Ja, alleen die ook. Lekker jongens. Lekker bezig. Wel, submit. Ik vind hem wel goed. Oh, jij hebt er een ster van gemaakt. Oh, ik heb een skatehelm proberen te maken. Nee, het was een straaljager. Okay, Don, okay. Jou is op oprecht best goed gelukt. Ik ging voor een skateboard idee. Ja, nou, waar kunnen we het best op door, Hannes? Dat is de vraag. Ja, Don die kraakte me net niet af, dat vond ik wel fijn. Oh, hoezo? Waar heb ik afgekraakt? En ja, wij moeten ook man. Een team vormen. Alweer? Ja, fuck it. Alweer? Ja, Milan, wacht. Box, wacht. I love this part. Hey. Ik weet niet of dat op stream ook is. Oh, wacht. Ja, nee, ja. Ja. Bij de Sam. Ja, Rudy, doen wij dan buiten het beeld zo? Oh, shit. Rekken. Ja. Zit ik er? Of? Bijna. Ja. Want ik heb niet mijn hele kaart. Oké. Heel cool. Ja, hey Milan, je hebt wat op. Next up. Milan, ja? Je hebt wat op je voorhoofd, man. Kom even hier. Go. Oh, we moeten het even af. De andere kant. Ja, wacht even. Jullie weg. Moeten trouwens ook tekenen, Rudy en Milan. Oh. Ja, ja, het is weg. Oké, okay, het is weg. Ja. Ja, okay. Oh, Milan, ja, je moet tekenen. Dankjewel. De mogelijkheden eerder nu met dit grapje is een onbeperkt. Hey, Don, wacht, er zit iets in mijn kont, man. Kun je even. Oh ja, tuurlijk, man. Ja. Krijg je van die Austin Powers stappen? Oh, dude, ja, wat moet ik hiermee doen? Ik heb een ingeving. Ik weer. Don, je hebt oprecht wel echt een mooie skateboard getekend. Thanks, man. Hij is zo groovy. Hij is flink groovy. Oh. Oké. Okay. Hoppa, ik Rudy gaat voor de wolk. Dat ben ik helemaal niet. Wat doe je zo? Waarom zou ik niet wolkman zijn? Doe normaal. Heb jij letterlijk alleen een wolk gemaakt, Rudy? Ja, Don was even bezig met mijn achterste. Ja, serieus. Nee, dit... Stem op één, jongens. Die wolk had net gewonnen, just saying. Stem op één. Stem op één. Stem op één. Don, je weet waar je in de kamer liggen. Wat waar? Sorry, Rudy, wat heb je daar in de kamer voor? Kan ik jou toevallig een slipper aangeven? Dat je die kan hebben gebruiken. Als dat zo zou zijn. Wow, wacht. Nee? Maar ik heb wel een tovertruc inderdaad. Geef eens die slipper. Ja, zal ik die slipper even geven? Komt hij in, pak hem aan. Hij verandert in een sok. Oh, ja. Hier. Hè? Nou. Hè? Hij verandert in een sok. Oh, volgens mij een beetje slipper, Milan. Huh? Wat? Ik heb hem gegeven, man. Geef hem terug. Geef hem aan Rudy en dan geef ik hem weer terug aan Milan. Oké, Rudy. Geef. Komt-ie. Ja? Komt-ie. Ja, oh. Alsjeblieft. Hé, hey, jongens, jullie moeten tekenen, sokken, hè? Wat? Hey, ja, hè? Rudy, geef maar even. Moesten we tekenen? Oh, ik moet tekenen. Je moet iets terug. Je moet iets beter je bicep laten zien. Ja, goed zo. Ja, ik heb hem los, hè? Ik laat hem los. Oké. Ja. Nice. Geef je hem? Jezus, Rudy, hoe lang draag jij deze sokken? Ja, gast, dit is lente. Dit is heet, man. Ja, alsjeblieft, man. Alsjeblieft. Okay. What the fuck? Hé, wat, Don? Ik gooi hem gewoon helemaal naar jou, oké? Wat? Wat een je sok? Don, ik gooi hem gewoon helemaal naar jou. Ik ga nu door 3 beeldschermen heen. Kom maar, bukken wel. Dit is mijn andere sok. Komt-ie. Oké. Bukken, Emre, bukken. Kut, hij is op mij gekomen. Kut. Ja, sorry, maar opnieuw. Ik ga even bukken. Ja, okay, moet Don hem even teruggooien, man. Oh, moet ik hem teruggooien? Ja, gooi hem anders even terug, Don. Oké, komt-ie. 3, 2, 1. Nee, de verkeerde kant op. Oh, wat? Nee, je raakt mijn computer. Wat de hel? Gooi het zo hard, man. Zit Arvi dit te editen trouwens? Is het allemaal live geëdit door Arvi? Klopt. Oké. Okay, zullen we ons maar weer verder gaan met het spelletje? Ja, ik heb het boek aan. Momentje. Oh shit. Ik moet denk ik. Wat was ik mee bezig? Gooi courgettes.
Ja, als je moet, al heb je een tekening voor je, dan moet je tekenen. Nee, ik ben niet. Ja, ik ben echt alleen maar aan het aubergine. Ik ga niet liegen. Dat is het enige wat ik doe nu. Ik ook. Ik heb toevallig vandaag aubergine gegeten. Dat geloof ik niet, man. Nee, serieus. Ja, was nice. Gegrilde aubergine met olijfolie en knoflook. Nice. Dat is voor mij een rampenplan. Ik heb gisteren pesto op, dat heb ik gemerkt. Was je maag van slag? Niet alleen mijn maag, Don. Die kregen de pesto in, zeker. Ja. Net als de pijpleiding. Zo, ik zie daar een zonnetje en een wolk, joh. Zo. Nature talent. Nou, Arfie zit nou gewoon met de te kijken. Moment of truth. Moment of truth. Plus the audience. Oeh, joink. Sorry Milan, kiezen ik heb ze je voor verraden. Een zonnetje. Ik heb tuurlijk je verraden, zon. Ja. Maakt niet uit. Die zon is artistiek. Was het beter? Ja, zon was beter. Ik heb al 10 plus 10 kot. Ja, plus 10 kot. Top. Up next. Oh, daar gaan we. Nou, hoodie en morg. Doe je ding. Oh nee. Doen wij de overzicht. Ik ga niet redden, joh. Oké. Bro, ik ga dit fixen voor jullie. Ik ga voor het record aantal aubergines proberen. Don. Ja? Don, ga eens iets naar links. Klein beetje met je hoofd. Andere kant. Nee, voor jou links. Gewoon bij jou, gewoon links, letterlijk. Ja, goed zo. Komt-ie, hè? Ik stomp je helemaal in elkaar. Oké. Okay. Auw! Ja, dan moet je wel met je hand zo doen, jongen. Auw, met ja, je eigen hand zo doen. Oh! Laat maar, gefaald project. Hey, een aubergine! Het is wel gigantisch aubergine. Wauw. Wauw. Je maakt zo'n mooi kunstwerk van Don. Hij doet met zijn skateboard de vetste best. En dan een ramp en dan een boog en een zon. En dan zo... Vandalisme. Ja, maar hij heeft daarmee stok geroken. Ik snap het. Die stokken die doen dingen met je. Oké, count them up. Toss those audience votes in. Ja, ik vond het heel leuk. Ja, de aubergine is goed. Ja. Vandalisme, je weet dat moet je afspreken. Sorry, op de straat. Je ging meer als je over... de zon. Ja, de zon, man. Ik heb nooit beweerd dat ik creatief was. Ik hou gewoon van zonnetjes. Oh, lekker, man. Kan je gewoon nagaan. Loop je over straat, zie je opeens een tering grote aubergine op een muur. Dat is de oldschool way van berichten sturen naar de ladies. Yeah. Gewoon signalen op straat achterlaten. Echt, hè? Perfect. Ik heb een hele goede naam. Ja, ik ook. Je moet hem wel zo'n nette naam geven. Uiteraard. Don, lees jij zo even de naam op, ja? Is goed. Op een deftige manier. Deftig? Ja, deftig. De heel deftig. Deftig, ja, deftig. Deftig. Milan, je hebt nog heel weinig tijd. Ja, ik weet het. Ik is helemaal verneukt. Het haal aan niet uit. Oké, we hebben skate overzien. We hebben overzien. We hebben op er zien. En we hebben paarse budget. Oh, lekker. Oh ja. Ja. Ja, die zijn wel leuk. Nice, mannen. Nice. Ik wil gewoon even zeggen, jongens, jullie zijn allemaal heel creatief. Oké? Even petje af. Jij ook, jullie. Doe even een petje. Nee, ik kan niet met zonnetje. Ja, ik hou gewoon van zonnen. Stille in. Ik wil het land uit. Alright, de resultaten worden geteld. Ja, op erzien vond ik ook wel het leukste eigenlijk. Dit is treurig.
Oh, hold up. Really? Paarse courgette gaan de kijkers voor? Zijn jullie live? Nice. Nee hoor, die chat zit al gewoon uren die paarse courgette te spammen. Don, kijk, op je warenhuis met al je munten ervoor opgestapeld. Ja. Perfect. Lekker chat. Dan kan ik hem al herkennen. Ik sta compleet aan de bodem. What's next, Mr. Mayor? Oh, I got a special treat for our budding artist, Dr. Zydeco. That's not... Fine. What is it? Your art has moved me to commission you to do a portrait. One that'll hang in the town hall. Dit klinkt als een RP-karakter van burgemeester wel een beetje naar, man. Ja, wie heeft hem ingesproken? Get ready, everyone, because we're Jamie, all drawing at once this time. I want to fill the town hall with portraits of our fine citizens. En Limburgs, hè? Oké, dit moet een portret zijn worden, jongens. That's where you're Mr. Scarecrow. Waarom zou je dat opvangen? You remember, they're the second cousin. Het is een Fortnite skin, toch? Kunst. And then put back once more of the lady. Zo heet het, kunstwerk heet Mr. Scarecrow. So, let's just ja, dat is het thema, denk ik. Any eyes will do. Oh, we moeten nu gewoon... Oh ja. Oh, dit geldt dus alleen voor de ogen. Oh. Ja, ja, oh, ja. Ja, 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 easy. Ik weet niks. Alleen oogjes, man. Alleen ogen. Ook wenkbrauw? Nee, alleen, ogen. Ja. Past er wel een beetje bij, eigenlijk. Oh nee, ik heb hetzelfde idee als iemand anders. Shit, doen we met wenkbrauw? We doen met wenkbrauw. Als, okay, nee, 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 geen wenkbrauw. Ja, wat nou? Ik heb nu al wenkbrauw. Als je zegt wenkbrauw... Als je zegt tegen mij, je hebt mooie ogen, zeg het gewoon niet wat een... ook niet gelijk wenkbrauw. Ja, maar dat is toch het complete, ja, zeg maar. Ik ga wenkbrauw, fuck jullie. Ja. Emre, ja, neem toch ook geen wenkbrauwbril? No bad options here, but let's vote on which is best. Zo'n bril die op je wenkbrauw moet. Klopt. Oh, we moeten stemmen. Dit is een lastige, man. Wat kiest de chat? I don't know. De chat kan alleen wie maar heeft F-typen. Wie Spider-Man getekend? Ja. Zijn nu steeds ja, inderdaad. Wie heeft die Spider-Man? Boom, doe niet zo intelligent. Ik stuur wel. Hij is wenkbrauwbril. Ja, lekker. Nee, hij moet boven van die Spider-Man. Hij moet er iets bovenop. Oh. Ja, hij zakt af. Ja, zo ja. Ja, zo moet hij eigenlijk. Doe er een riem om, man. Dat is de wenkbrauwbril. Ja, hij valt naar beneden. Oh, nee. Net doe je, net doe van je die ogen om kaaklijn wenkbrauwen nu. Zo gigantisch. Oh, draw the nose. Oké, we moeten de neus tekenen. Oh. Spider-Man heeft geen eens een neus. Oh, maar dit is gele Spider-Man. Muziekje is wel leuk. Nee, heel erg zenuwslopend. I don't know what to do, man. Yes, ik vind hem best. Waarom betekent iemand een balzak als neus? Dat was niet de bedoeling. Dat was niet. Dat is echt van die kinderhumor, maar dat is precies mijn humor. Oh, vervelend. Oh. Zo, we hebben wel een hele ruime neuskeuze uit de moment. Ja, alle kanten gaan ze op. Gewoon de gaten, ja. De testikels en een big neus. Snopneus. Ja, misschien was het niet Spider-Man, maar Spider-Big. Dat kan. Het is nog niet een Spider-Pig. Yeah. Ja, het kan. Oh, jezus. Ja, maar ik weet het al. Die kijkers die gaan nu voor 3 stemmen, omdat ze gewoon een hormonale gedachtegang hebben. Klopt. Ik zeg toch kinderen, hè, chat? Is, ja. Audience? Het was eigenlijk een eigen. Oh, ja. Net 1%. Het was niet eens een testikelneus, het was eigenlijk gewoon een harige neus.
Ja, ja man, daar. Een harige neus. Ja. Ja, maar nu moeten wij hier op moeten we verder. En ik heb ook geen haar gekomen. Dat is gewoon. Hè? Ik heb geen. Ik heb geen. Hoe heet het? Oh, de mond. Sorry. De mond? Oké. Okay. Ja, we moeten de mond doen. Zo, dat is een lastige. Zullen we die ook behaard maken? Dat mag. Dat is zo weinig plek nog voor de mond. Concentratie. Komt er niet uit. Echt hoor. Oh. Ja, ik ga akkoord. Wie heeft die aubergine gedaan? Drie heeft die slijmerige tweede ook wel nice. Ja. Wat is drie? Ja, drie is gewoon een streepje. Drie is gewoon de kat uit de boom aan het kijken. Die is gewoon. Drie is deze hoor, drie is deze. Kijkers, als jullie mee willen stemmen, vul de op jackbox.tv de code linksbovenin in Okin. En dan kan je stemmen in het spelletje. Yes. Dat zit je ook in. Ben. Die heb ik ook in. En ook in. En de audience? Ja, het is toch de aubergine. Zo. Ja, maar dat was een goeie, wat eerlijk. Ik vond het waterig mondje vond ik ook wel nice. Ja, die was ook wel lief, ja, man. Die was iets minder actueel. I trust you all implicitly. What? Finish with anything. Dus je mag hem afmaken. Oeh. Hier joh, we gaan er anime Straw Hat Dude van maken. Oh, zeg ik dat hardop? We gaan er niks van maken. We gaan er wat moois van maken, bedoelde ik. Dat sowieso. Ja Don, net als jij en ik, als we aan onze toekomst gaan bouwen. Aan onze toekomst? Ja, ik claim een relatie. Ja, binnenkort wel, maar dat weet hij nog niet. Hoeveel tijd heb ik nog? Je moet snel zijn, hè? Tijd is bijna voorbij. Kut! Zo. Ik vind het helemaal mooi. Ben je mee op de tijd? Ik zie nu niet. Oh, nee. Bro, wie? Wie? Wie doet dat? Wie doet dat? Oh, wie heeft er aubergine? Oh. Ja, wie zit er nou zijn aubergine? Mijn vier is een kronk. Trouwens. Oh. Nee, kronk. Ik vind één ook wel echt een lekker, lekker strohoedje van een scarecrow. Eén heeft een goed hoedje, ja. Ja, dat is van Monkey D. Luffy. Nee, dat is van een scarecrow, man. Oh, oh, ja. Twee heeft ook detail, want die heeft oren zelfs nog erbij. Oh, één, ja. Ik heb eens gezien. Ja. Heb je daar nog tijd voor? Je moet toch wel kennen horen. En de stemming gaat naar. Toss those audience votes in. Ja, dit kan maar één persoon zijn. Het is toch de fucking aubergine, man. Ja. Ja, het wordt nu de hele avond alleen maar aubergine. Yep. Ja. Time for the reveal. We hadden eigenlijk ook aubergine ogen moeten hebben. Ja. Ja, maar zo ver waren. Kijk dan, kijk hoe vet die is. Holy crap, that's good. You're all winners in my heart, but the votes tell a different story. Maar die neus, though. Ja, de die neus rikt af. Dat moet de scarecrow doen. Ja, ja daar heb je weer een punt om. Hoppa. Victory. Nice, man. Ik accepteer hem. Dank u, dank u. Even dans je dan. Doe de dans. Doe hem echt opstaan. Wat? Take the L? Ja, maar dan, dan kijk je naar mijn zak. Dat is ook weer niet helemaal de bedoeling. Perfect. Doe er een aubergine onder, ja, dan heb je de scarecrow. Ja. Goed. Wij gaan nog één spelletje vanavond spelen. Dat is Patently Stupid. Dat is een zeer creatief spelletje waarbij wij problemen krijgen. En die moeten we op een hele unieke manier oplossen. Dus dat wordt eventjes opgezet door de regie.
Milan, wanneer gaat het roze uit je haar? Of wanneer verdwijnt dat? Nou, ik zie net een hele leuke grap in de chat van iemand. Het valt niet meer te overzien. Met mijn haar en alles. Joink! die is nice. Nee, ik hou dit nog even een tijdje, man. Ik vind het heel chill. Volgende week ga ik het weer opnieuw verven. Want het wordt natuurlijk wat langer. Ik vind het leuk. Ik vind het wel staan. En ik heb toch al een rotkop van mezelf. Dus dat roze, dat maakt het dan wel af. Daar kan dit er ook nog wel bij, ja. Maar wat vinden jullie ervan dan? Uniek. Jij bent zo'n meningloze man als het aankomt op uiterlijke eigenschappen. Stop. Okay. Nou, bij mij niet. Nou, mooi, wat jij wilt, toch? Ik loop er niet mee rond. Nee, je stop! Je dat wil je niet doen, Don. Don, je bent een van mijn beste vrienden. Je moet nu zeggen, mooi of niet mooi? Ja, ik vind het je staan. Ik vind het je staan. Dankjewel. Is dat eerlijk? Ik kan hebben. Dat is eerlijk. Je pulled it off. Ik denk dat het bij mij niet zou staan, namelijk. Ik zou het al willen zien. Wellicht. Wie is de host? Rudy, jij bent de host, dus jij mag waarschijnlijk het kamertje starten. Oh, god. Neem je tijd, hoor. Zijn jullie er klaar voor? Ja, hoor. Ik druk op knoppen. Wat moet ik op drukken? Als het goed is, nergens op. Er staat bij, please stand by, the seminar will start shortly. Rudy, jij moet op oké drukken. Yes. Ja, dat doe ik. Rudy! Ik zie de oké knop. Oh, hij doet het nu. Ja, we gaan beginnen. Patently. Hello, welcome to the seminar. Hij moet me gelijk natuurlijk weer even verbeteren. My name is Toby, and this is my ex-wife, Lena. Verbeter mijn stem. Together, we are about to change your lives. Lena. That's right, Lena. Right now, I'm looking at four lucky people on our audience gaat omhoog, dames en heren. Great, so now that the doors are securely locked, let's get down to brass tacks. Ik wil wel dat er nu gewoon even 1000 mensen gaan meedoen, man. Even serieus. Jackbox.tv. Inderdaad, boven Don, AQMT. Even met z'n duizenden, kom op. Ik denk dat we dat echt wel moeten... Iedereen zit thuis. Iedereen... Precies. Now everybody knows even naar je internet, www.jackbox.tv. And to identify easy. Those big problems, we'll need to do a little easy. Market research. Easy. On your device, you're going to receive 2 fill-in-the-blank prompts. Type in anything at all. Kijk, hij knalt nu echt omhoog. Holy shit. You've created a problem. Now your created problems get sent to the other attendees to inspire them. Okay, dus er zijn problemen en die moeten we oplossen. So let's get to it. Correct. Okay, vul iets in. Vertaal het wel in het Nederlands. Ja, Nederlands. Ja. lastig. We moeten nu allemaal wat invullen, neem ik aan. Correct. En het zijn 2 problemen die je moet invullen. Mm-hmm. Dus het niet bij 1 laten. Nou, leuke muziekje op de achtergrond, jongens. We're halfway home. Zo. Rudy. Vandaag. Ik doe mijn best. Ik Madon, ben klaar. Je krijgt van mij een, je krijgt van mij een Samsung S20 als jij je kop ook roze maakt. Wat krijg je? Madon. Dat is eigenlijk best wel een leuke deal, eigenlijk. Wist je je gekrafte haar? Ja. Sorry, wat zeg je, Rudy? Mis je je kleurtje niet in je haren? Wel een beetje, maar al besef ik ook een beetje de klus was om het bij te houden, zit ik wel van, Ja, en het kostenplaatje. Het is geen goedkoop geintje. Het was voor mij altijd een hele zaterdagmiddag. Ook, ja, je bent de hele dag aan kwijt. Now look at your device. Okay. You've got somebody else's problems. Been there. Simply pick the one. Okay, dus nu moeten we een uitvinding verzinnen op de problemen. Mm. Okay. Ja, je kan er eentje aanklikken of zo.
Ja. Ah, oh, ja. Oké. Okay. Jongens, we zijn nu aan het kiezen. Oh ja, is goed. Now it's time to solve that problem. That's right. Ja, this dus is je moet wel een uitvinding voor verzinnen. Ja, nu moeten we het oplossen. Ja, wij hebben nu problemen gekregen. So en die moeten we nu zelf oplossen. Ja, kijk, jullie zullen het helemaal te zien. We hebben heel veel problemen op dit moment. Kijk, dit is een mooi voorbeeldje. Teken een uitvinding. Oh god, oh, daar ben ik zo slecht. Goed in, heel goed, perfect. Dus dan moet je eerst... Dan kun je dan eerst het probleem tekenen. Maar één kleur, okay. Hè? Ja. Je kan ook met dat andere stiffie kan je nog zwart erbij doen. Ja. Welk ander stiffie? Bovenin. Zo, het is lastig, man. Ja, het is akelig lastig. Ik hoop dat mij dus een beetje goed overkomt. Je kan undo doen, gelukkig. Mag je ook de titel geven van je wensje? Moet eerst tekenen en dan kunnen we er iets moois mee. Oh, wauw. Wauw. Okay, let's wrap. Ik heb druk. Drawings up. Ik weet het. Ah. Ik heb. Oh, ik hoorde wrap the things up. Ik ging, oké. Moeilijk. Oh man. Het is wat lastig. We moeten wat creatiever zijn. Okay. Maar we kunnen het zelf presenteren en uitleggen wat het is. Give it a title. Exact. And a dus dat scheelt. Tagline. Diegene die drone heeft getekend, is een hele kleine Engels. Ja, dat kan niet. Ja. Toilet paper drone. Dat kan alleen op een Samsung tablet. Oh, ik moet weer wat doen. Ja, je moet nu een titel nu voor een je... titel. Ja. Die heb ik er net bijgeschreven. Ja, het probleem komt er dubbel over. Kunnen we niet nog even het probleem terugzien? De tagline moet er ook bij. Geef nu. Oh ja. Okay, you should be halfway done. Okay, I'm good. Morag. En Rudy, skiet op. Oh nee, jij bent de E, sorry. Ik? Milan. Nee, er stond een M. Hey. Oké, klaar. Laat me even, joh. Wat is dat? Great. Now, each of you will present pitchen your creation pitchen with our amazing presentation tool. Ja. Laten we dat mooi doen. Creatieve gangers. Hou je mobiel in de gaten. Exactly, hou je mobiel in de gaten, want now, je moet zelf aandrukken wanneer, of indrukken wanneer je iets wilt laten zien op de presentatie. Oké, Emre. Ja. Emre, oh, jij moet... ja, tuurlijk. Ja. Pitch hem zelf. Okay. Ja, dames en heren, welkom. Ik heb een uitvinding gemaakt. Dat is uiteraard zoals jullie zien. My leg hair keeps coming back. Ik heb het perfect idee verzonnen om een roller... Hoe moet ik dit eigenlijk uitleggen? Wat mag ik allemaal zeggen? Alles. Verkoop het aan ons. Ik heb een roller, je weet toch, iedereen heeft wel een verfroller thuis. Snap je wat ik bedoel? Iedereen, kijk, ik laat het even aan jullie zien. Show the drawing. Ik heb dit getekend. In mijn vrije tijd, met mijn wife heb ik dit getekend, weet je. Ze heeft baden, benen. Daar, ja. Bedoel ik. En dan een verfrollertje heb ik wat spijkers ingeknald. En als je niet zo over je benen haalt, dan zijn ze lekker glad. Ja, de tagline is dan ook in een handomdraai zo kaal als de snavel van een papegaai. Dus dat is altijd nice. Oh, ja, scherp. Ja, dus hoe heet het? Ja, het heet de Razor Blazer. Ah, oké.
ben okay. verkocht, man. Dus, ik wil er twee. Koop hem, jongens. Koop hem. Ik heb geen vriendin, man. Oh, goed. Wat? Het zat voor jezelf. Oh, ja, oké. Okay. Voor de poriën, die gaan lekker open. Nou, dames en heren, we hebben allemaal problemen op dit moment in quarantaine dat het nogal saai is. Dus er moet een manier zijn om quarantaine minder saai te maken. Toen ben ik even gaan kijken en gaan zoeken op Google. Nou, daar kom je natuurlijk helemaal niet op uit. En toen ben ik erachter gekomen dat er dus een manier is om dat te voorkomen. Nou, zie hier de legale autoklikker. Hoe werkt het? Er is een systeem dat automatisch op jouw brein sluit. Daar links is je brein. Dan zie je een kastje daar staan, omcirkeld met blauw. En daarin maakt hij connectie met 5G op jouw hersenen, zodat hij precies weet wat jij leuk vindt. Daar zit een pijltje naar de laptop toe, zodat je nooit meer saaie filmpjes hoeft te zien. En altijd de leukste filmpjes ziet, want ja, het zit aangesloten op je brein. Daarom is de tagline ook bij deze: Knor Gang gaat zijn gangetje. Aha. Oké. Okay. Nou, nice. Dat is mijn presentatie. Wat is de prijs ongeveer? Ja. De prijs is nu €4,99. Maar als je kortingscode Knoller Gang invult, dan krijg je 20% korting. Oh, 499 of 499? 499. Ja, het gaat op je brein. Nice. Dat is niet goedkoop. Ja. Nee. Klopt. Oké. Okay. Nice. Het is altijd een probleem als je grote biceps wil hebben, dat je niet het werk erin wil doen. Wie heeft de tijd ervoor om het te doen? Als de quarantaine straks weer voorbij is, moeten we allemaal weer aan het werk. Moeten we de tijd goed maken van de vorige keer. Dus, daar heb ik een oplossing voor. Aanschouw de bicep-pomp. De bicep-pomp valt heel moeilijk. Dat is een aansluiting op je bicep als een soort voetbaltuitje. Dan kan je met je mond, net zoals in het vliegtuig, met zo'n vest, kan je dat met je mond zo, met lucht, kan je dat bijvullen. Dus, aanschouw de bicep-mondpomp. Ik dacht, weet je, de titel moet gewoon duidelijk zijn. Dit is het product, dit is wat je ermee kan. Dit is uiteindelijk wat we ermee doen. Waaronder we ook meer spieren met jouw lucht. Dus ik zou zeggen, haal hem nu bij je lokale. Oké, ja, zeg maar. Kan ik hem ook opblazen bij zo'n autopompstation? Ja, dan gaat het zelfs sneller. Ik zou wel aanraden, ga niet boven de 2 bar. Als jij 2,1 bar in je bicep stopt, dan explodeert je bicep en dan heb je lege zakken. Dus dat moet je niet willen. Dus ik zou zeggen, meer spieren met jouw lucht. Haal de bicep mondpomp nu bij jouw lokale winkel. Maar lege zakken, hoe duur? €9,99. Dus €9,99. Oh. Oké. Okay. Nou, het probleem is, PostNL bezorgers die blijven verschijnen op mijn stoep. Weet je, dat is een ding. Het is verschrikkelijk, vooral als je dat probleem vergeet. Net als de PostNL bezorgers die op je stoep kunnen verschijnen. Dus wat je kan doen, is natuurlijk gewoon een postman ding kopen. Een postman ding is fantastisch. Dit is een ding, ik laat het even jullie zien. Dat kun je gebruiken voor de postman die je daar ziet staan. Dat ding aan de deur is dus simpelweg het postman ding. Het laat zien aan jou wanneer die niet verschijnt. Maar dat weet je niet, want hij verschijnt niet. Je let er niet op. Dus het postman ding zorgt ervoor dat ik vooral deze tijd vol kan lullen, omdat ik niet kan tekenen. Maar toch zijn jullie allemaal geïnteresseerd, omdat jullie denken van wat gebeurt hier? Moet ik dit hebben of moet ik het niet hebben? Net als de postbezorger die niet verschijnt voor je deur. Moest je het nou hebben? Of moest je het nou niet hebben? Dus daarom, het denkt je post bezorgen. dat is oké, okay, I'm out. Thank you, ja, thank you. Ja. Dat was ook de stream voor Rudy. Great job, everyone. Now, each of you has been given some money tokens. Dat was een raar uitvinding. Ik weet nog steeds niet wat het is. Your favorite invention. Het is een postman ding. Je snapt hem niet. Het denkt je postman. And those of you in the audience have to invest too. Oké, wat is het überhaupt? Ja, ik heb geen idee. Je moet het interesse weten. Ik weet niet. Het oogt als een haakje die het pakketje aanneemt van de postman. Ja, zeker. Dat was echt precies dat. Wij moeten nu bepalen hoeveel geld wij willen investeren
in de uitvinding? Hoeveel geld heb jij over voor de uitvinding om het daadwerkelijk tot een ding te maken? Zo. Dit is lastig. Ja, dat is een duidelijke man. De kijkers thuis kunnen dit ook. Ik zie je zeker. Oké. Nou, mijn zakken zijn leeg. Ja, die legale autoklikker. Ik wil geen reclame maken voor mijn eigen, maar luister. Nee. En het postmand. Ja. Dingen. Had dan een gat in je voordeur gemaakt aan de bovenkant, dat hij hem zo erin kan schuiven. Maar $1,000 is nodig om het te funden. Ik hoop wel dat dit ooit een keer op de markt komt. $500 funding bonus. Invest in a successful invention and get double your money. Ik heb zo'n gevoel dat postmand ding gaat winnen. Dat is wel een van de sterkste uitvindingen, laten we eerlijk zijn. Oh! Zo! Gelukt. Heel veel mensen met haar benen. Ja, dit vind ik jammer. Hoezo? Hoezo? Ik zie het probleem niet. Ik zie het probleem niet. Dit is ook een kans hebben, hoor. Don. Omdat ik door een goedkope prijs, die goedkope retail. Ja. Sorry, Charlie. Hoezo niet? Slechter dan het is een ding wat gaat op je hersenen. Hoe sick is dat? Het zou toch absurd zijn als dat echt komt? Is het ook een ding? Let's switch it up a bit. Instead of solving Milan, je hebt geen haalbaarheidsonderzoek gedaan. How much fun is that? Klopt. We're going to give you more money to invest, but now there's a higher funding bar to clear. Good luck. Oké, nu moeten we allemaal hetzelfde probleem oplossen. That final problem goes to... Mark, kom eens kijken hier. Simply select the problem you want everyone to solve. Oh, ik mag het probleem uitkiezen. Oh, wees je mij laat tekenen. Nee, de problemen die we net hebben... Nee. We hebben net, hoe heet het? Al die problemen opgestuurd. Dus ik moet daar nog eentje van kiezen. Oh. Doe niet dat ding met die postman. We're halfway there. Wat je ook doet, maar geen postman. Is het een fysiek ding? Het is een ding. I always fall flauw at weddings. Dus ik val altijd flauw bij bruiloften. Oké, en nu moet iedereen iets verzinnen om dat probleem op te lossen. Dus ik val altijd flauw bij bruiloften. Wat is dit, joh? Het is tamelijk lastig. Klopt. That's half your time. Wacht even. Ja, dit is een lastige, jongens. Hoe gaan we hier iets moois van maken? Dus, chat, hoe is het met jullie? Wat doen jullie eigenlijk... in deze tijd dat we zoveel thuis zitten. Ja, heb je dan een postman ding voor al die pakketjes die langskomen? Ja, je moet wel je postmannen dingen. Klopt. Ja. Okay, let's we hebben laatst een Lego set gekocht samen met een vriendin. Lekker Lego, man. Fucking chill. Oh, dat is ja, maar stond de bezorger voor de deur of niet? Heb je dat kunnen checken met je postman ding? Nee. Die stond niet door de deur met de postman ding. Ik heb een enorm briljante. Maar ik ben ook wel benieuwd waar jullie mee komen. Volgens mij gaat Rudy gewoon weer postmannen en dingen.
Ik vind deze echt heel moeilijk. Echt moeilijk. Ja, we're halfway there. Tegelijk. Pinky, pinky, rood, wit, blauw. Ken je dat? Emre? Nee. Oké. Okay. Oh, en dan doe je je pink zo naar elkaar toe. En dan doe je inky, pinky, rood, wit, blauw. Inky, pinky. En dan zeg je een kleur. En als je allebei dezelfde kleur zegt, dan mag je ook nog eens een wens doen. Zo. Oh, dat is net als een citroentje. Maar wij deden het dan als je dan, wie als eerste praatte, die kreeg een hoek. Alright, this is your last chance to impress, so don't hold anything back. Ja, jij speelde andere spellen vroeger blijkbaar. Klopt. Toen waren we drie. Oh. Nou, ik ga me opeens presenteren, mannen. Hey, ik heb echt een super groot probleem. Ik ga natuurlijk heel graag naar bruiloften. Jullie kennen het wel, toch? Jullie hebben vast wel 500 familieleden die trouwen elke week. Ja. Natuurlijk. Mm-hmm. Heb je dan wel eens, kijk, dat is toch relatable, nu weet ik dat ik jullie al binnen heb gehengeld. Heb je wel eens dat je flauw valt? Bijna altijd, gewoon altijd, op een bruiloft. Daar heb ik dus iets heel moois voor. Dit. Kijk, ik zie nu de vraag in je ogen van wat is dit en hoe gaat mij dit helpen? Nou, het is heel simpel. Het is heel simpel, jongens. Kijk, de persoon, dat ben jij. Weet je, misschien heb ik je iets eronder getekend dat je daadwerkelijk bent, maar dat daar rechts is de oplossing. En het is natuurlijk een stoel met een riem. Ongekend. Wie had dat ooit verwacht? Dus wat je moet doen op zo'n bruiloft, is gewoon gaan zitten op de stoel met riem. Logisch. Maar wat doe je met die pickaxe? Dat is een plus. Dat is een plusje. Ja. Maar jullie zouden op een stoel met een riem gaan zitten, toch? Zodat je niet op je bek gaat. Dat doen jullie, dat doen jullie. En daarom, als je vast zit, ga je niet op je bek. Bestel nu en krijg het van je postman. Dat ding. Dat ding past er niet. Maar het is... bestel het. Dus eerlijk, mannen, willen jullie op je bek gaan? Nee, ik wil niet op mijn bek gaan. Dus bind je vast op de stoel met riem. Thanks voor je tijd. Dank je wel, man. Ja, graag gedaan. Ik denk dat je ze hebt. Kijk, ja, denk ik ook. Oké. Dat hebben jullie ook wel. Word je emotioneel bij een bruiloft van een familielid en door de emotie word je licht in je hoofd, val je flauw. Hou je bek, Rudy. Okay. Ik heb daar iets voor verzonnen. Ik noem het Big Brother. Big Brother waakt over je. Want als jij flauw valt, dan is het vervelend. Dus, you are the small dude. En dan heb je Big Brother, die houdt je gewoon vast. Die houdt je de hele tijd vast. Zodat als als je knieën zwak worden, dan zak je niet ineen. Want Big Brother houdt je vast. Big Brother is er voor jou. Big Brother is er voor jou voor €99. Haal hem nu bij je lokale blokken. Dankjewel. Is dat per uur of is dat per gewoon eenmaal? Nee, het is gewoon permanent. Oh, dat is best goedkoop. Nou jongens, heb je dat ook nog altijd? Dat je I fall flauw at weddings? Ik heb het nooit, want ik heb nooit een trouwerij. Maar misschien heb jij dat wel. Ik heb even gepraat met wat mensen en die hebben er verstand van. En die kwamen met de volgende tekening. Als in tekening. Dit is een man die valt flauw tijdens at the wedding. En die valt op iets. En dan denk je, waar valt hij op? Hij valt in een zwembad. De zwemval noem ik het. Want als je in een zwembad valt, dan word je, dat doet geen pijn meer. En dan ben je meteen cool en dan ben je fris en dan ben je happy. En wakker. En dan wil je meteen weer opstaan. En ons motto van het bedrijf waar ik dan voor werk, omdat ik niks te maken heb met trouwerijen, maar dat bedrijf dan weer wel. En ik investeer er gewoon geld in, omdat ik dacht, het verdient makkelijk. Is dan ook, ga gewoon nooit meer trouwen, want waarom trouwen mensen nog? Dankjewel. Ja. Nice. Ik heb nog wel een vraag. Wat als je nog bewusteloos bent als je in het water ligt? Is het gewoon veilig? Liggen. Gewoon niet meer trouwen. Gewoon niet meer trouwen, joh. Oké, mannen. Oké. Zoals jullie, het zal geen verrassing zijn, maar ik presenteer hier een idee voor I Always Fall Flauw at Weddings. Zoals jullie weten worden we allemaal wel eens uitgenodigd naar weddings, behalve Rudy. Dus voor hem hoef ik het niet te verkopen. Maar jullie weten nou niet, jullie moeten Gert hebben, jongens. Ja? Gert. En dan heb ik het alleen... Gert! Waarom kan ik mijn titel niet laten zien? Oh, ik moet eerst mijn drawing laten zien. Nee, hoeft niet. Ik kan ook titel. Nee, ik kan niks laten zien. Oké. Maakt niet uit.
Maakt niet uit, jongens. Kijk, ik heb helemaal geen presentatie nodig. Want, nee. Gert, ik zal het jullie even uitleggen, ja? Jij bent op een bruiloft, je wil daar eigenlijk helemaal niet zijn. Je belt Gert op, je valt zogenaamd flauw. En hij komt met een ambulancewagen, wat zijn eigen auto is, en hij brengt je gewoon weer naar huis. Dus Gert, die doet alsof hij jouw vriend is, ambulance. Hij brengt je na 5 minuten weer naar huis. Je hebt een flauw gevallen in zijn autootje en hij is klaar. Kunnen jullie samen een biertje drinken? En mijn tagline, die was... Oh, ik moet even... Ik moet blijkbaar refreshen. Ik refresh ja, eventjes. 13 seconden. Ik heb nog 15 seconden. Nee. I'm done. Val je flauw, Bert. Geld heel gauw. Geen Gert met Bert. Het is 2500 eurotjes. Top. Sick. Dankjewel. Koop hem. Let the masters show you how it's done. Zo'n Gertman ding. Seems like you have a problem. I sure do. Ik had toch de tekening graag willen zien eigenlijk. Ja, ja, ik ben ook op benieuwd om het te zien. That is a problem. Maar waarom is Gert in bed? Ik had zoveel dingen getekend. Oh yeah, that sounds great. But what does it look like? Geen Bert, maar Gert. Take a look at this. Okay. Picasso couldn't have drawn it better. Oh, dat is hem. But Lena, kijk, hij komt in zo'n unless it has an unforgettable tattoo. Ja, hij heeft een vin afgekocht. Hij schuift je zo in de achterbak. Every billboard will read this. Dus ja, dit is dit. Oh, now that's catchy. I think I'm crying. En dan val je flauw. Ja, man. Heel gauw. Ik vind hem goed, ik vind hem goed. All right, gang. Ja. Now heel gauw. Pick your favorites, but let's raise the stakes, shall we? €5. More money to invest, but now there's a higher funding bar to clear. Heel gauw. Oké, waar gaan we ons geld aan besteden? Ja. 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 Ja, mijn zak is een leeg, man. Ik wil, ja. Ja, ik heb ook niet zoveel meer, jongens. Maar ik heb toch nog geprobeerd om het onderste uit de pot te halen en iets te investeren in een briljant idee. Ja. Ja, daar doen we het voor. No hurry, but in de chat hebben ze ook al hun eigen mening. Dat is goed, dat is goed. Emre, heb jij al je keuze weten te maken? Ik ben nog aan het twijfelen. Ik zou de stoel met riem pakken, man. Voor al je geld. Ik hou ook wel lekker van het muziekje. Ik denk, ik ga nog even gewoon genieten van het muziekje. Er wordt ook gewoon genoten bij Emre. Oké. Juist, hoppa! Een stoel met riem. Wat? Hoe heeft stoel met riem zoveel geld? Ja, a hidden genius, man. Sorry, Charlie. Voor de zwemmen. Oh, dat doen jullie gewoon expres, hè? Oh, wow, Big Brother. Oh. Je bent echt een creatief genie. That's how it's done. Oh, lekker. Hoppa. Jeetje, kom op. Ben ik laatste? Oh. Lekker hoor. Ik denk dat je laatste bent geworden. Nou, goed. Money. Don, money. Dank u. Daar doen we het voor. Nee, goed. Dat waren de spelletjes voor vanavond. Ja, zie ik. Dames en heren, leuk dat jullie er waren. Dan is het aan mij nu de taak om de winnaar bekend te maken van de Samsung Galaxy S20 van de Instagram winactie, inclusief de Samsung Galaxy Buds Plus. Wat? Stop, voordat je dat doet. Eerst moeten de mensen even naar www.letsofgame.nl, want dit weekend ga ik LogLab doen met Linktijger. Dus heb jij Minecraft, de Java-editie, speel dan mee. Letsofgame.nl, daar staan de tijden. Het wordt fantastisch, wordt veel leuker dan deze livestream. Ga ik samen met Linktijger experimenten uitvoeren in Minecraft en jij mag meedoen. Dus check de website letsofgame.nl voor de tijden en doe gezellig mee. Oké, nu mag je Don. Oké, dankjewel. Nee, de winnaar. En nog let, dit weekend letsofgaming.nl. Check de tijden. Samen met Linktijger ga ik op avontuur in LogLab. Oké. Milan, kun je dit even aannemen? Ik heb een telefoon voor je. Oh, ja, thanks. Ja, oké. Don, laat die van jou even in mijn handen vallen.
Oh, moet ik hem even naar beneden? Oké, okay, pak hem even, oké? Oké, komt ie. Een camera trucje, heel leuk. De winnaar van de Instagram winactie is gewoon.nora. Dus dat is lekker. Gewoon. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd met de telefoon, met de Samsung Galaxy Buds Plus. Die komen jouw kant op. De regie neemt contact met je op en die zorgen dat het jouw kant op komt. En dan voor de rest zit het er eigenlijk voor ons op, mannen. Ja. Yep. Ja. Ja. Hebben voor de kijkers te melden. Want die moeten dit weekend naar letsofgame.nl voor Loglab. Milan Knol en Link Tiger stelen de show in experimenten op Minecraft waarin jij kan meedoen. Check de tijden op letsofgaming.nl. Aubergine. Aubergine. Heel goed. Mooi einde. Woord van jongens, hou de Instagram van Legends of Gaming NL in de gaten, want er gaat nog meer leuke dingen aankomen. Inderdaad, naast Milan's, hoe heet het? Loglabs. Oh, Milan's Loglab, samen met Linktiger. www.legendsofgaming.nl. Check de tijden, dit weekend. Oké. Okay. Daarnaast komt er nog veel leuks aan. We go? Met een L-A-B in het woord, dus ook geen Labrador ofzo. Okay. Dames en heren, bedankt voor het kijken. We zien jullie graag de volgende keer weer. Geniet van je avond. Doei. 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 Dag.